En een hele goede dag, dames en heren. Welkom op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. We zijn hier in Spijkenisse te gast bij Jacob van Bodegom voor een speciale koffie met, ook in podcast-uitvoering deze keer. Ja, Jacob, leuk dat je hier bent. Hoe is het eigenlijk met je? Ja, met mij gaat het goed. Heel goed, heel druk. Iets verder weg van het darten, maar ook wel weer heel dichtbij natuurlijk, door de kaarten die je hier hebt tentoongespreid. Ja, ik volg nog steeds. En ik ben ook nog wel betrokken bij deze en gene. En ik kan er ook wel van genieten. Ik ben blij dat er nu weer publiek is. Ik ben blij dat het nu weer langzaamaan begint te komen. En dat iedereen weer ook kan genieten van de sport die dart is. Ja, want we kennen je natuurlijk als de manager van Barneveld. In het verleden heb je dat in de tennis gedaan, in de voetbalwereld. Ja. Alleen, mis je het echt? Meegaan met jongens, meegaan met spelers? Nou, weet je, de Pro Tours mis je niet. Dat is gewoon, dat zijn gewoon te intense reizen, weet je wel, het is maar een kort stukje vliegen, maar je bent daar, zit je helemaal taxis, de hotels zijn gewoon niet alles, er is in die omgeving niet veel te doen, je zit in een gymzaaltje, je mag daar gewoon niet veel, je kan daar niet veel. De tv-toernooien zijn dan wel leuker, of die dan in Engeland zijn of in het buitenland, dat maakt niet uit, maar daar is het gewoon veel leuker, gezelliger met elkaar. Heb je één wedstrijd op een dag bij wijze van spreken, in plaats van dat je er 7 moet winnen. Nou, de reden natuurlijk dat wij hier zitten is omdat we een beetje op zoek gaan achter de managers. Mac Elkin, de laatste half jaar heel groot geworden door namen Dimitri van den Berg en José de Sousa. Ja, kan je uitleggen wat nou eigenlijk de rol is van de manager? Nou heb jij het in een enkel geval gedaan, ja. Nou, Elkin dat met meerdere spelers. Ja. Is dat eigenlijk dan niet meteen een te grote groep spelers? Ja, dat heb ik wel altijd gezegd. Kijk, om een voorbeeld te geven, ik zei op een gegeven moment tegen Dimitri. Je zit in een team met, laten we zeggen, 14 spelers. En je bent een jonge jongen die echt zijn begeleiding nodig heeft. Je hebt gewoon een dedicated management, of in ieder geval iemand die met jou reist. Hij zegt, ja, maar hoezo dan? Nou, ik heb gewoon het gevoel dat jij nu te veel in je lot hebt overgelaten. Hij heeft Glenn Durant, James Wade, José de Sousa, hij heeft zoveel spelers. En Mac is een fantastisch persoon, maar het is maar één mens. En je hebt heel snel dat mensen het gevoel krijgen dat de ander de prioriteit is. En vooral die jongens die even niet winnen, die voelen zich dan in de steek gelaten. Dus ja, ik denk dat dat niet werkt. Maar het is natuurlijk allemaal een commercieel plaatje. Hoe meer spelers je hebt, des te meer zijn de kansen verdeeld. En dat je uiteindelijk toch wel een centje verdient. Nou, daar heeft Mac goed mee gescoord, want die jongens doen het fantastisch. Maar toen corona net kwam, moest Dimitri in quarantaine bij Peter Wright thuis. En daar heeft hij maandenlang is hij gementord, getraind en heeft getraind met Peter. Vervolgens daarna gaat hij natuurlijk vlammen en speelt hij goed. Dus ik zeg tegen Dimi, ik zei toch dat ik gelijk had? Hij zegt, wat bedoel je? Ik zeg, nou, je bent nu 1-op-1 begeleid door Peter Wright. Is niet jouw manager, maar je hebt wel 1-op-1 begeleiding gehad. En dat is precies wat jij miste. Die volledige aandacht voor jou, dat het allemaal om jou draait. En dan kun je optimaal presteren. Want je bent een jonge jongen die enorm goed kan darten, maar is soms overenthousiast. Weet je wel, high-five door de zaal als die een potje wint, maar je moet 5 minuten later het volgende potje. En daar heb je iemand voor nodig die je even op je schouder tikt van, joh vriend, durf normaal zitten, ingooien en door. Dus ik heb toen hem de tip gegeven, joh, zeg tegen Mac, stuur gewoon 1 iemand met mij mee. Ja, alles heeft te maken met een kostenplaatje. Dus ja, ik denk dat Mac, en zo zijn er meer jongens, hè, Jason Tame is een fantastische vent, goede manager. Maar hij heeft zo'n grote groep darters, dat het natuurlijk logisch is dat Michael van Gerwen zijn nummer 1 is, Simon Whitlock zijn nummer 2 is. Maar al die andere jongens, die zijn ook belangrijk. Die willen zich ook belangrijk laten voelen. Dus ja, ik werkte dedicated 1-op-1 met Raymond. En Raymond was natuurlijk al een hele grote meneer. Dus is het sowieso lastig om die helemaal opnieuw te gaan vormen. Maar ja, je probeert gewoon het maximale eruit te halen. Niet alleen darttechnisch, maar ook alles wat er omheen komt kijken. Probeer je voor zo iemand aan te regelen. Ja, dat nu eigenlijk al uit. Ja, we kunnen er niet echt omheen. Je bent natuurlijk de manager van Raymond van Barneveld geweest. Ja. Misschien wel bijna de heftigste jaren van zijn carrière. Ja. Wanneer ben je begonnen met Raymond? Echt dat je meeging? Want in de Premier League finale van 2014 zien we je ook langs de kant staan. Ja. Was er toen al iets gaande of is het echt pas vanaf 2016 gekomen dat je er echt helemaal weer in gestapt? Nee, het was toen. Het was zo dat ik had met Raymond. Ik had ooit sponsors gereden voor Ronald Scholten. En dat was ja, voor mij vrij makkelijk door het netwerk wat ik had. Maar ik wilde niet in het darten werken. En toen ben ik overgehaald door Jan Vaas. Die snoekerscheidsrechter, joh, ga nou eens een keer met Roland zitten, leuke vent, etc. Dat heb ik gedaan, 2 grote sponsors voor hem geregeld. Super relaxed kerel, maar was een beetje aan het einde van zijn carrière. Had slepende schouderblessure. Heeft me uitgenodigd een paar keer op een toernooitje te kijken, hartstikke leuk.
Nou, daar leer ik die andere darters kennen. Die eigenlijk allemaal mij vroegen. Ik kon voor mij ook niet een paar sponsors regelen. Ja, in deze wereld, weet je al, met de reputatie die darten had, vind ik gewoon niet dat je met bedrijven kan komen. Dus dat heb ik altijd afgehouden, maar met Raymond niet ik altijd contact. En daar had ik dan een soort van irritatie dat ik vond dat hij altijd zo negatief op het podium stond. Zijn hoofd schudde, zijn kopje laat hangen en zo. Maar we deden wel steeds appen. Nou, toen vroeg hij me wel eens, wil je echt niet met me werken? Toen speelde ik dat die WK, dat Lewis een 39 tegen hem gooide. Dat Raymond eigenlijk de hele wedstrijd achter de feiten aanliep. Maar hij bleef knokken, hij bleef positief, liet zijn kopje hangen, won die wedstrijd. Dus daarna stuurde ik hem een appje. Potverdomme, dit is nou de Van Barneveld waar ik van kan genieten. Waar jij, als je zo bent, het maximale nog uit je carrière kan halen. Nou, toen kreeg ik een berichtje terug van, hey Pik, leuk dat je aan me denkt, et cetera, laten we Jan de Meijer eens een keer gaan zitten. Want ik wil wel graag met je samenwerken. Ik zei, ja, maar Raymond, ik ga echt niet in het darten werken. Weet je wel, ik wil een jaar sabbatical, ik was toen nog heel zwaar, ik wilde gaan afvallen. Ja, maar we kunnen toch gewoon eens kletsen. Nou, dat hebben we gedaan. Heb ik het nog een keer herhaald, dat ik het niet wilde doen. Toen zei hij, ga dan 1 of 2 keer mee. Ik denk dat wij echt een klik hebben, en hetzelfde humor, noem maar op. Nou, dat heb ik ook weer gedaan. En dat was die Premier League inderdaad, dat hij de finals haalde. En ik kwam de eerste keer mee, de avond dat hij tegen Kim Huibrechts toen verloor, in die veestallen daar zo. En toen ging hij nog met de hak over sloot door naar het tweede gedeelte van de Premier League. Ja, vanaf dat moment zijn we samen gaan werken. In eerste instantie was ik daar natuurlijk gewoon begeleider. Ben de Kok was zijn manager, maar die ging nooit mee. Dus ik ging altijd met hem mee, de hele wereld overgereisd. We waren altijd samen. En later heb ik ook de rol als manager overgenomen langzaam. Ja. Ja, weet je, zegt die Premier League finale, om even gewoon rustig chronologisch doorheen te lopen. Ja, het verhaal is natuurlijk de weken voor trainen met Dirk van Duivenbode. Vind de rode flights van Dirk, ga ermee gooien en in één keer is dat het. Is dat eigenlijk iets wat je die 6 jaar lang terug hebt zien komen van we pakken even iets, oh dit valt, dan gaan we er maar mee spelen. De twijfel is altijd aanwezig geweest. Kijk, Raymond is natuurlijk een darter die alles gewonnen heeft. Maar vooral lang geleden alles gewonnen heeft. Maar omdat een dartcarrière veel langer door kan lopen dan een gemiddelde topsporter, of eigenlijk iedere topsporter, of het nou een wielrenner of een voetballer, ergens houdt het op, 5, 36 jaar, misschien 40 jaar voor een keeper. Maar in darten zegt dat niks. Als Phil Taylor nu weer gaat darten, wordt hij ook weer top 10 van de wereld. Dus het probleem ligt daar, dat je mentaal zo sterk moet zijn, en fysiek zo sterk moet zijn, om maar te kunnen blijven presteren. Je moet een drive kunnen hebben om te blijven trainen, je moet aan heel veel voorwaarden voldoen. Plus in het darten kwam er steeds meer geld kijken, waardoor er steeds meer jongens kwamen die er alles voor over hadden. Raymond was iemand die heel lang teerde op zijn talent. Wilde alleen volle bak trainen voor het WK. En door al die jaren heel veel winnen en daarna heel veel jaren heel incidenteel iets winnen, sloop er een bepaalde twijfel in zijn mindset. En ja, als dan poppetje A tegen hem zei, je moet deze flight nemen, poppetje B, deze shaft, poppetje C, dit gewicht, poppetje D, deze punt. Er was altijd wel iets. Ja, hij luisterde naar, gaf hem een kans. Maar zijn grootste probleem is, hij kent het alles gewoon. Met satéprikkers ook, dat geldt voor Vergerbe ook. Daar heb ik ook dingen meegemaakt dat ik denk, hoe kan het? Die gooit 180 en die vraagt Raymond zijn pijlen en die gooit er 180 bij, terwijl zijn eigen pijlen erin zitten. Dat geeft me aan hoeveel talent die jongens hebben. Maar dat was Raymond zijn valkuil. Raymond probeerde inderdaad rode flights van Dirk, gooide daar lekker mee en dacht dat het was. Op het moment dat hij dan een keer verloor, moest hij die rode flights er vanaf, kwam er weer een andere pijl, een nieuwe setup. En ik heb altijd tegen hem gezegd dat dat in mijn optiek zo niet werkt, maar ik kreeg dan de kritiek, je bent geen darter. Nou, dat had hij volledig punt. Alleen later, hij heeft ooit een beugel gedragen en die moest er ook 9 maanden in zitten. Die heeft nooit iemand gezien. Maar ik zeg van, als jij die er na 3 weken had uitgehaald, had het resultaat niet zo geweest. Dus waarom geef je dartpijlen niet 9 maanden de tijd? En dan zei hij gewoon, en misschien ook wel terecht, ja mijn vriend, als het dan niet werkt, dan ben ik dus 9 maanden kwijt. Maar ik denk dat het een proces is, weet je wel. Je bent niet alleen darter. We hadden het er net over, iemand gooit 114 gemiddeld en verliest zijn wedstrijd. Heb jij dan slecht gegooid of was je tegenstander gewoon een keer beter? Als jij altijd 114 gemiddeld gooit, dan ga je gewoon bijna al je wedstrijden winnen. Dus je moet dingen en tijd geven. Michael Ferreira is nu met andere pijlen bezig. Zo zijn er heel veel darters ook constant aan het sleutelen. Ja, dat hoort erbij. Ja, het sleutelen is bij Peter Wright groot. Ja. Dan heb je eigenlijk Whitlock met Raymond, die zit een beetje op hetzelfde niveau. Ja, hij komt dit jaar terug. Ja. We hebben alweer 3, 4 verschillende setups gezien. Ja, dat is niet echt vertrouwelijk. Nee, maar dat zal nooit veranderen.
Kijk, de dag dat hij tegen zichzelf kan zeggen, dit is het, hier blijf ik mee gooien, is de dag dat hij echt, denk ik dan, hè, als hij inderdaad veel blijft trainen, dan kan hij echt weer grote toernooien gaan winnen. Maar hij laat steeds maar weer die onzekerheid toe. Omdat hij maar blijft zeggen, ja, maar wat als? Maar wat als, dat, is geen, dat kan geen leidraad zijn in je carrière. Want dan kan je wel met 100 verschillende pijlen gooien. Het probleem met Peter Wright was, dat hij werd succesvol met zijn switchen. En dat was ook mijn probleem, want daardoor viel mijn argument van, ja, maar Raymond, je moet niet blijven switchen, viel weg. Hij zei, ja, maar Whitlock en Wright doen het ook. En op het moment dat het fout ging bij Wright, toen had Raymond zoiets van, oké, het gaat heus niet altijd goed. Kijk, ik zal één simpel voorbeeld geven. Ik gaf Raymond een setje pijlen en dan zei ik tegen hem, met dit setje heb je net een 89 gegooid. Is dit een goed of een slecht setje? Ik zei, ja, een fantastisch setje natuurlijk. Oké, ik zeg, nou, de volgende leg kom je in 24, darts nog niet uit. Is dit nu nog steeds een goed setje of is dit nu ineens een slecht setje? Nou, dan zat hij me aan te kijken van, wat ben jij voor eikel? Maar ja, zo is het. Een dartcarrière, een dartwedstrijd, alles gaat op en neer. Dus je moet dat gewoon accepteren. Als jij met je materiaal lekker gooit, dan moet je dat een kans geven. Dan moet je tegen jezelf zeggen, ik ga 3 maanden hiermee gooien. 100 wedstrijden, 10 toernooien, whatever. Maar je moet een soort van sample size hebben waarop je bekijkt wat dat doet. En als je dan na 6 maanden tot de conclusie komt, dit is het niet, dan moet je switchen. Of als je echt ziet, dit gaat voor gemeten, dit is heel instabiel. Maar de man kan met alles gooien. Maar als die dan, we waren op de World Series Finals in Denen en dan gooide die fantastische wedstrijd tegen Michael van Gerwen. En hij wilde daarna, laat me zeggen, van pijl wisselen. Want hij zei, ja, ik ben wat vermoeid. Ik kan beter met een iets andere flight of een iets andere shaft of een ander gewicht. Ja, nogmaals, ik ben geen darter. Dus ik had niet die zeggenschap om te zeggen, ja, rot is op, man. Maar we hebben het ook op de World Cup of Darts meegemaakt. Dat hij wilde switchen. En dat Mike ook zoiets had van, ja, weet je, Jaak, we kunnen er wel tegen ingaan. Maar als hij dan verliest, hebben we het ook gedaan. Dus je doet het nooit goed. Weet je, dat stemmetje in zijn hoofd, en dat hebben meer darts natuurlijk, als je dat niet uitzet, ja, dan blijft dit zo. Ja, want op de World Cup zag je hem vaak opleven. Ja. Heel bot gezegd, ja. Is dat omdat daar zoveel begeleiding omheen is, dat hij eigenlijk die terugval niet kan maken, omdat... Nee, ben je op dat moment niet alleen, Michael is erbij, ja. Een beetje van Michael is erbij, ja. Nu heb je elkaar nodig. In andere gevallen zou je natuurlijk denken van, ja, laat me lekker zitten, dan kan ik hem zo goed nog afgooien. Ja. Heeft dat allemaal die factoren daarmee te maken? Nee, voor Raymond is het allerbelangrijkste, Oranje, het uitkomen voor zijn land, het liefst in een team. Dus dat vond hij helemaal leuk met Michael. Michael is natuurlijk een fantastische partner om mee te spelen, want het is een weergeloze dart, maar ook gewoon een goede gozer, een leuke vent. Veel energie, maar Raymond is echt de meest trotse persoon die ik ken. Die speelt het liefst voor het Nederlands elftal darts. Dus, en dat is ook zijn valkuil, want als hij verliest, schaamt hij zich voor zijn land. Het is niet alsof hij voor zichzelf verliest, maar hij heeft zijn fans in de steek gelaten. Dus de World Cup of Darts, dat was, ja, daar keken we altijd naar uit. En daar presteerden ze ook altijd goed. Maar daar waren zijn pieken hoog, maar zijn dalen ook heel diep. Omdat hij liet, laten we zeggen, dat Michael vallen en het land vallen. Dus maakte een verlies nog erger. Maar we hebben ook een keer meegemaakt dat Ray won van Phil, als ik me niet vergis, en ze wonnen de koppel en ze dachten, nu worden we even wereldkampioen. Nee, Ray won van Adrian en verloor van Phil. Maar we dachten, Michael wint wel even van Lewis. Maar toen bleek Michael ook gewoon een mens. Die gooide een keer 83 gemiddeld en ze werden geen wereldkampioen. Terwijl mensen mij aan het appen waren gefeliciteerd. En daar kan ik heel slecht tegen, want de buitenwereld pas verdeeld als het gespeeld is, weet je wel. En ja, ja, nee, de World Cup, ja, dat zijn echt zijn toernooien. En dat zag je ook in het verloop van het jaar terugkomen. Eigenlijk, je hebt het WK, dan heb je eigenlijk een onverklaarbare piek bij de Masters, want daar was je ook altijd goed. Ja. Eigenlijk in mijn ogen een wat onverklaarbare piek. Want ja, voor mij dan weer niet. Maar... Meneer traint niet na als hij van het WK afkomt, dan de eerste week Premier League, nou, dat ging dan wel. En dan zag het heel rustig minder worden, totdat hij er bijna uitgeknikkerd werd. En dan ging meneer spelen, dan kwam hij de play-offs in. Dat was altijd een beetje het normale verloop van het jaar. Ja. Dan had je de World Cup, dan zakte hij wat terug. Nou, de matchplay is nooit al heel succesvol geweest. Ja. En dan bouwde hij heel rustig op en dan kwam het WK weer. Ja. Kijk, je moet eigenlijk terug naar zijn BDO-tijd. Daar hebben wij veel gesprekken over gevoerd. Omdat, hè, ik ken hem wel van televisie, maar niet zijn leven. Maar in de BDO-tijd had hij toernooien, maar dan 3 maanden niks. Dan kon je helemaal opladen, dan kon je met vrienden zijn, dan kon je leuke dingen doen, dan kon je op vakantie. Die tijd heb je niet bij de PDC. Het is een constante stroom van toernooien. En het is wat dat betreft, je wordt een soort van gegijzeld. Want als jij zegt, deze ga ik niet doen, en dat heeft hij natuurlijk gedaan, dan val je overal buiten de boot. Dus je wordt geforceerd om te spelen. Waarom presteert Raymond op de Masters goed? Omdat het een
niet zeggen toernooi is. Het is een soort van major, maar het telt niet mee voor de ranking. Dus de druk is er niet. Een hoop andere spelers hebben er niet specifiek veel zin in, want ze hebben net een wel of geen succesvol WK gehad. Iedereen is al bezig met de Premier League. Dus hij kreeg daar gewoon, er werden wat meer deurtjes opengezet en hij was daar ontspannen. Je had net even een tijdje geen darts gehad, want na het WK berg je even je bijen, neem je even je rust. En daar deed Raymond het gewoon goed op. En inderdaad, als we dan richting de World Series gingen of je had de matchplay gehad, ja, dan was het heel warm, je wilde graag op vakantie. Alles kwam eruit van de Premier League en je had net de World Cup gehad, wat heel veel energie kost en dan hadden ze vaak ook gewonnen. Dat vaak nog een World Series tussen, ja. In Vegas, ja. In Japan. Ja, ja. Maar dan, ja, dus het reizen was heel vermoeiend. Nou, dan kwam je gejetlagd, kwam je dus op zo'n matchplay. Waar andere jongens weken naartoe getraind hadden, terwijl jij in Japan en China en wat dan ook zat. En dat moet je allemaal niet onderschatten, want je zag vaak dat de World Series spelers niet optimaal presteerden op de matchplay. Wel de iets jongere jongens, maar Raymond is wat ouder. Ja, die kregen het dan nou lastig. En dan had je daar gewoon een combinatie van motivatie en energie die je daar niet gewoon kon brengen. En dan is Raymond zo, die wil zo graag daar wel presteren. En eigenlijk niet op de World Series, maar daar deed hij het dan goed. En toen dacht hij, ja, maar waarom doe ik het hier goed? Ik wil het op gerankte toernooi goed doen. Ja, dan kreeg je dus dat je op de matchplay niet presteert. Nou, dan zat hij gelijk in een dip. Maar dan komen dan ineens heel veel grote toernooien achter elkaar aan, waar je dus moet presteren als opbouw richting de WK. Ja, dat was wel eens moeilijk. Hoe jij kijkt tegen die World Series, hè? Ja, het is heel leuk voor het publiek, maar er moeten 8 spelers die moeten naar Australië toe. Ja. Voor 4 weken. Na 9 natuurlijk, want Whitlock is een bonus, want die is natuurlijk altijd in het thuisland. Ja. Dat is in mijn ogen een heel groot nadeel. Het is een leuke vakantie, maar je kan hier met je vrienden op vakantie, je bent weer 3 weken weg. In die documentaire zegt Raymond zelf van er wordt een visje voor je neus gehangen en dan pak je die. Ja. Maar heb jij nooit gedacht van we gaan niet? Nou, is het natuurlijk een leuke reis en het is een leuke ervaring, ja. Nou, kijk, je doet dat niet voor de reis. Er zijn een aantal essentiële dingen. De PDC heeft de World Series georganiseerd om de dartsport te promoten in de wereld. Zij weten natuurlijk dat het gros van de spelers komt uit Nederland, Engeland en Duitsland. Maar er is nog een hele grote markt te halen, qua tv-rechten, qua spelers. En dat is commercieel natuurlijk uiteindelijk voor iedereen interessant. Dus je wil de dartsport op de kaart zetten in landen waar in potentie qua tv-rechten, qua spelers heel veel materiaal zit. Dat is taak 1. Nou oké, okay. Dan ga je met de grootste uithangborden, ga je daar naartoe. Die hou je inderdaad een visje, die krijgen een hele mooie vergoeding om daar naartoe te komen. Die vakantie is er niet. Wij hebben altijd dan in die hele week 1 dag vrij. En als je in de eerste ronde gaat zitten, dan heb je 2 dagen vrij. Maar voor de rest, echt vrije tijd heb je niet. Het is darten, 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 media, je bent met van alles druk. En dat is goed, want je bent daar om de dartsport te promoten en ook jezelf. Daarnaast is het voor jouw sponsors een x-aantal tv-momenten extra voor exposure. Dus ook daar is het weer geld voor jezelf verdienen en voor je sponsors. Dus ja, het is een heel belangrijk iets, omdat het gewoon heel veel geld is. Je wil ook juist daarvoor uitgenodigd worden, want jij wil gezien worden als een van de gezichten van darten. Op het moment dat Raymond daar niet voor uitgenodigd zou worden, dan zou dat zijn weerslag hebben op de rest van zijn jaar. Want ik heb meegemaakt natuurlijk dat bepaalde spelers die hier voor ons neus liggen, niet werden uitgenodigd, maar die hadden of de centjes nodig, of de aandacht nodig. En die kregen er echt een knauw van. Die werden er echt boos om. Maar je ziet op zich wel dat daar wel spelers vandaan gekomen zijn. Het gekke is dat heel veel spelers komen nu uit het Oostblok, die ook echt getalenteerd zijn. En daar zijn natuurlijk geen World Series geweest, maar wel weer Eurotours. Komen er wel. En wat ook heel belangrijk is, waar de PDC eigenlijk niet zo blij mee is, de exhibitions. Juist de exhibitions in Praag en dat soort steden, waar Jason Tame met Modus heel goed werk ervoor doet, die zorgen daarvoor. Dat zijn eigenlijk ook een soort World Series, maar dan niet door de PDC georganiseerd. Dus ja, ik zie daar echt het belang wel van in. Alleen, je moet het beter op elkaar afstemmen. Het is natuurlijk van de zotte dat je een major, een van de belangrijkste toernooien na het WK, organiseert als jouw meest vooraanstaande 8-9 spelers, ja, net dus uit China en Japan moeten komen. Ja, wat jij zegt ook wel een beetje, de kalender zit apart in elkaar. Want het is eigenlijk heel lang niks, want in principe is de Premier League niks, want het telt niet. Het is heel leuk voor je media, wat je zegt, voor je tv-moment, zelfs voor de World Series. En dan in één keer, boom. Matchplay, niks, EK, Grand Slam, Player Championship Finals, World Grand Prix, WK. Ja. Dus op het moment dat jij in oktober slecht bent,
dan kan het wel eens zijn dat je in december je doel kwijt bent omdat je even niet scherp was. Ja. Nou, niet alleen dat, maar ook het rankingsysteem. Daar heb ik best wel met Matt Porter en Barry en noem ze allemaal op veel gesprekken over gevoerd. Kijk, ik ben op zich geen voorstander van een... Ik had met Barry Hearn een grappig gesprek. Ik zei, waarom is eigenlijk jullie ranking gebaseerd op geld? Hij zei, ja, maar Jacob, iedereen praat over geld. Daar ben ik met je eens. Ik zeg, maar laten we tennis pakken. Ik kom uit de tennis, zei ik dan. Ik zeg, hoeveel geld heeft Rafa Nadal verdiend door Roland Garros te winnen? Ja, 3 miljoen. Ik zeg, klopt. En hoeveel punten heeft hij verdiend? Ja, hoe weet ik dat nou, zegt hij. Ik zeg, 1000. Ik zeg, maar jij zegt net dat een ranking gebaseerd moet zijn op geld, omdat mensen nooit over punten praten. Maar de ranking in tennis is gebaseerd op punten. En toch weet jij dat hij 3 miljoen heeft gewonnen en niet hoeveel punten hij heeft gehad. Ik ben namelijk van mening dat het prijsgeld gaat steeds verder omhoog. Maar het is niet gebaseerd op punten. Dus als jij nu het WK wint, sta je 2 jaar lang top 4 van de wereld, dan presteer je nooit meer iets. Ja, dat zou niet zo moeten zijn. Hè? 1 WK-titel staat gelijk aan 50 pro-tours winnen. En je hebt er maar 30 in een jaar. En dat, die verhouding klopt niet. Dus en op het moment dat jij zegt van als je wereldkampioen wordt krijg je 1000 punten en win je een pro toe krijg je 100 punten, blijft die verhouding 1 staat op 10. En zo kan je al je toernooien gaan schalen. En ik denk dat dat een veel eerlijker systeem is. Ook het 2-jaar rankingsysteem is er om de grote spelers te beschermen. Maar je ziet nooit, hè, en Dimitri van den Berg zat achter jou, is in een waanzinnige vorm geweest. Max Hopp is wel eens een waanzinnige vorm geweest. Glenn Durant is opgekomen in de rankings. Maar Glenn Durant was eigenlijk de nummer 2-3 van de wereld, maar stond op de ranking 24. Dat betekende dat hij als nummer 24 tegen de nummer 9 van de wereld moest op een groot toernooi. Maar dat is niet eerlijk, want hij is eigenlijk de nummer 2. Begrijp je? Ja. Maar omdat de ranking gebaseerd is op 2 jaar, krijg je een hele rare verhouding. En wat in het darten vind ik, maar dat vind ik eigenlijk het allerslechtste, is de loting. In tennis hebben ze dat op een gegeven moment aangepast. Ik snap dat de nummer 1 tegen de nummer 32, de nummer 2, weet je wel, dat loopt zo. Maar in de tennis doen ze het zo, de nummer 1 en 2 staan vast, de nummers 3 en 4 loten ze. Dus de ene keer staat de nummer 3 boven, de andere keer de nummer 4. De nummers 5 tot en met 8 staan niet meer op vaste plekken, die worden in dat systeem geloot. Dus de nummer 5 komt niet per se tegen de nummer 4, maar kan ook wel eens geswitcht worden. In het darten kan je voor de loting van het WK, weet je al wat de tweede rondes gaan worden. Ja, ik denk dat dat niet eerlijk is, want ik weet dat er spelers zijn die bewust soms misschien wel eens een wedstrijd verloren, omdat ze liever in de ranking niet eentje gingen stijgen, want dan kregen ze bijvoorbeeld van Gervin of Gary Anderson. En Ricky Evans afgelopen 2 jaar, 2 keer 32. Ja, Raymond vertelde me ook het verhaal dat hij stond 32ste geloof ik, en had dan tegen de nummer 1 gemoeten. Maar omdat er iemand uitviel, ging hij laat maar zeggen naar plaats 31 of zo, en dan ontliep je zo iemand. Ja, dan kom je pas in de finale tegen, ja, een bonus. Je hebt ook een speler gehad, die heeft heel lang nummer 32 gestaan, ja, en die kwam zo niet verder. En op het moment dat hij naar de 33ste plek viel, kon hij pas stappen gaan maken. Want dan is er ineens random tegen die je moet. En dat zijn gewoon dingen. Hè, nogmaals, de PDC doet het supergoed. Blijft de dartsport ontwikkelen. Het wordt groter en groter. Maar dit zijn de dingen waarvan ik denk van, ga er eens voor zitten. Ga eens kijken naar je kalender. Ga eens kijken naar je rankingsysteem. Want daar valt nog heel veel winst te behalen. Het kan eerlijker gemaakt worden. Ja, je noemt nu wat met entertainment. Nou, we zijn toevallig bekendgemaakt dat de tv-rechten gaan weg bij RTL 7. Ja. Nou zitten met alle respect niet echt dartkenners op Jacques Nieuwland na. Bij RTL 7 vindt ze het bijvoorbeeld heel goed. Ja. Maar ja, heel eerlijk, Ronald Schotten kijkt niet eens. Die zit daar dan, stond bij EGA dan nog wel. Wat gaat dat teweeg brengen in Nederland? Want het dart is hier booming op slot. Kijk, we zitten hier ook met allemaal kaarten. Kijk, het gaat best wel goed met dart in Nederland. Ja. We hebben dartshops in Zaandam en overal in Nederland. Ja. Alleen, wat gaat dit voor verandering teweeg brengen? Want Raymond is wel terug, dus er is weer animo. We hebben Dirk die opkomt, Michael die nog aan de top staat. Ja. De hele hoop spelers met een knockout wat hij bijna en de Zwaan die schommelen. Ja. Wat gaat dat teweeg brengen in Nederland? Kijk, iemand vroeg dat vorige week toen dat bekend werd aan mij en toen dacht ik 2 dingetjes. Ik ben natuurlijk heel vaak bij RTL 7 geweest met Raymond. Super relaxte mensen, super leuke groep. Maar het is al zo lang als ik het kijk, is het eigenlijk hetzelfde. Het format is hetzelfde, de studio verandert, maar het format is hetzelfde. Lijkt geen budget om iets te doen. Ik heb ooit genoten, de mooiste uitzendingen, zei ik van de week op tegen Raymond, de mooiste uitzendingen waren eigenlijk alleen maar Ahoy. Op locatie. Ik bedoel, het is zo jammer dat zij zich niet zijn blijven ontwikkelen. Er was geen, wat dat betreft geen drive. Er was ooit, had Arjen van der Gies, die zat in zo'n heel klein autootje als grote vent en dan ging hij met Gary Anderson door Rotterdam toeren en dan maakte hij een leuk item. Dat was met Rob Cross. Ja, dat soort dingen. Je kan zoveel leuke, en er waren zulke leuke filmpjes. Ja, daar was toch gewoon geen budget voor. En dat snap ik.
Maar dan moet je nu niet gaan zeuren dat een andere partij het overneemt die daar wel geld in gaat stoppen. Want uiteindelijk willen mensen ook gewoon geëntertaind worden. Je zit in een sport waar heel veel entertainment is. Sky Sports is hartstikke populair, maar daar zitten mensen op een hele andere manier over het dart te praten, maar wel op locatie. Met alle respect, bij RTL draait het logischerwijs heel veel om de reclames. Maar soms hebben, door de reclames uitlopen, kunnen Vincent en Ray, want vaak zit er Vincent en Ray samen, kunnen niet eens een verhaal afmaken. Of kunnen maar twee woorden zeggen, ja, we moeten weer terug, hoor ik Koert dan zeggen. En dan denk ik, ja, je mist de essentie. Ik heb liever dat daar in de studio publiek had gezeten. Dat je met elkaar lekker kan hoeren, dat je kan juichen zoals VI heeft gedaan langzaam. Wat je vaak bij RTL 7 ziet, is dan Vincent heb kennis, Raymond heb kennis, ja, Ronald, ja, Ronald met alle respect, het is gewoon niet veel. Marcel Meijer heeft er gewoon niet heel veel verstand van. Nee. Misschien is het echt zijn passie, maar hij is niet vol geboren voor het presenteervak. Koert doet echt zijn best, maar het is niet echt een man van de Duits. Die gaat niet met statistieken over de brug komen van die of dat, of ik heb dit daar gelezen en doet het wel goed. En dan hoor je Raymond en Vincent wel eens praten. Ik denk, dit is professioneel. En dan zit bijvoorbeeld twee dagen later zitten Koen en Ronald daar. Dan is het eigenlijk gewoon. Ik snap wel dat kijkers afhaken dat je weer denkt, nou, daar zitten ze weer, weet je wel. Ja, maar je geeft het zelf aan. Kijk, het is niet zo dat Vincent altijd de goede oplossing zou zijn. Vincent heeft heel veel verstand, is een hele verstandige jongen, heeft heel veel verstand van darten. Zit er nog middenin, wat Ronald en Co. natuurlijk niet meer hebben. Maar RTL heeft gewoon, die werken al zo lang samen met mensen, zijn ook gewoon loyaal. Dus geven iedereen gewoon een plekje. Ik denk dat ze juist de laatste jaren dat wel goed hebben gedaan, door Derek of Jeff of Ron. Of noem maar op, Sluiter. Er hebben allemaal mensen wel eens gezeten die affiniteit hadden met darten. Bas Muis heeft er wel eens gezeten. Dat is op zich allemaal prima. Het probleem is, ze hebben nooit het format willen aanpassen. Of echt totaal vernieuwend willen zijn, behalve de studio. En daar raak je dan op een gegeven moment, vind ik, de realiteit een soort mee kwijt. Weet je, iemand zegt tegen mij, ja maar Jaco, wie gaat er nou betalen voor darten? Ik zeg, maar vriend, je betaalt niet voor het darten, je betaalt voor het sportkanaal, waar darten onder andere wordt uitgezonden. Toen Netflix net begon, zei iedereen ook van, ja, ik ga er niet betalen om een serie te kijken. De hele wereld is lid van Netflix. En een sportkanaal dedicated aan sport, in Amerika werkt het zo, in Engeland werkt het zo, in Duitsland werkt het zo. En geloof me, het gaat hier ook zo werken. En niks te nadelen van de mensen van RTL 7, want het zijn echt superleuke mensen. Alleen ze zijn veel te lang blijven hangen in een bepaald format. Dus natuurlijk hebben ze kleine dingetjes aangepast. Maar het zijn inderdaad altijd dezelfde mensen. Altijd dezelfde setup. Had iets gedaan met het publiek. Ga misschien op een andere manier met elkaar op tafel zitten. Zorg dat je decor wat meer interactief is. Ga meer op locatie. Geef Arjen van der Giesen meer zeggenschap. Dat hij iets kan organiseren. Zet daar een keer een leuke vrouw naast. In plaats van Arjen van der Giesen stuur een jong pikkie zoals jij zelf. Weet je wel, het is altijd allemaal hetzelfde. En het probleem, kijk, Arjen is een leuke vent. Hij heeft heel veel verstand. Sterker nog, dankzij Arjen kijken we darten. Want die heeft ervoor gezorgd dat de rechten ooit bij SBS6 kwamen te liggen. Maar Arjen weet het op een gegeven moment ook niet meer wat hij moet vragen. Want als je Arjen al 100 keer hebt gezien, ook als darter zijnde, ja, de vragen zijn hetzelfde, de tonatie is hetzelfde. Zet daar een keer een meisje neer. Zet daar een keer een jonge gozer neer. Zet er voor mij part wie dan ook neer. Maar je ziet dat bij Sky ook. Je hebt de gasten in de studio, dat zijn de dartkenners. Maar die vrouwen die interviews doen, bij wijze van spreken, hoeven niet per se toch altijd dezelfde te zijn. Nee, wat jij zegt is bij Sky eigenlijk heel goed. Maar ze hebben hier gewoon niet doorontwikkeld. Je ziet alle dezelfde namen. Ja, Jacques Nieuwlaat, een hele aardige man, heeft er echt verstand van. Maar mensen zijn ook wel Jacques Nieuwlaat moe. Ja. Ik denk dat Nieuwlaat ook wel eens een keer dartmoe is, weet je wel. En zo ja. Dan was het dan met Niels de Ruiter en Martijn van Zijkveld. Dat zijn hele leuke commentatoren. Ja. Dat gaat al heel snel. Het is wel zo vernieuwend. Andere stem, Niels de Ruiter ook. Maar zoals Frank Visgraaf, ja, het is eigenlijk, ja, voor mij is het nog steeds de basketbalcommentator van Ziggo Sport. Het is niet de dartkenner. Ja, maar nogmaals, ik kan niks negatiefs over die mensen zeggen. Want ze hebben stuk voor stuk hebben ze allemaal kwaliteiten. Kijk, Jacques Nieuwlaat is echt wel een entiteit, vind ik, in de dartsport. Weet je, op zoveel vlakken, organisatorisch en ook qua commentator, hij kan presenteren, hij kan alles. Maar dat is ook gelijk zijn valkuil. Weet je wel, je wil er wel toe blijven doen. En het is natuurlijk ook een soort van vriendengroep die elkaar het blijft gunnen. Zo moet je het ook een beetje zien. Maar het is moeilijk als er niet iemand boven je staat die je het budget geeft om iets nieuws te doen. Ik zal een mooi voorbeeld geven. Toevallig appte ik van de week met Frank Evenblij. Ik had zitten kijken naar het Villa Oranje. Fantastisch programma, superleuk gedaan. Hij is fantastisch erin. Hij heeft ook zoiets met Donnie gedaan van Videoland met darten. Maar daar was geen budget. Maar dat Videoland, dat verhaal met die voetballers. Ik zie privévliegtuig, ik zie een villa, ik zie op een boot. Artiesten worden ingevlogen.
Ja, dat is wel een verschilletje, vriend. Als jij, laat maar zeggen, een ton hebt als budget, ik ken de bedragen niet, of 2 miljoen, ja, dan kan je heel veel meer mee doen. En voor darten is er gewoon, denk ik, nooit echt budget geweest. Wie zou er ook met darten, met Donnie, dat je eigenlijk gewoon in een achteraf hoekje ergens zat met rode bekleding en ja. Doe het hier maar even. En ja. Jij om 10 uur en jij om 11 uur. En zorg maar dat het binnen nu klaar is, want anders duurt het voor ons te lang. Het is altijd maar... Darten blijft het ondergeschoven kindje. Ja. En je had VI, die natuurlijk bij RTL 7 zat, en daar waren ze enorm mee verwend, want dat was een doorslaand succes. En je kan echt niet hetzelfde format dan gaan doen in zo'n dartprogramma. Maar het werkte op een gegeven moment niet meer. Ja, het werkte een beetje. En ja, en dan komt er op een gegeven moment een partij die denkt van... Hé, hey, dat dart is wel interessant. Formule 1, Max Verstappen is wel interessant. De Bundesliga voetbal is wel interessant. Ja, dat zijn gaan gasten. Daar zitten miljarden achter. En die gaan er nu gewoon inspringen. En ik ben heel benieuwd wat dat gaat brengen. En ik denk dat dat voor de Nederlandse darters alleen maar goed is. Je kan wel zeggen, het zit achter een decoder. Hé, hey, vriend, ESPN, alles zit achter een decoder. Dus dat is niet erg. Je hebt nu juist dedicated mensen die specifiek voor het darten gaan kijken. Dus dan kan je veel beter op, ja, channel noem je dat, hè, met voor sponsors en zo. En ik denk voor de jongens dat zij, ja, dat er meer geld gaat vrijkomen. Ook voor deze jongens, ook voor deze darters. En dat er meer mogelijkheden zullen zijn. Ik denk als het programma leuk wordt, gaan er ook meer mensen kijken. Als het format aanpast, dus je bijvoorbeeld net zoals wij zitten, een leuke studio, ja, leuke gasten. Nou, dat misschien niet. Nee, hoor. weet je wel, niet meer de vaste analisten, maar gewoon eens een keer out of the blue, weet je wel, Raymond Sluiter. En wat ze eigenlijk met Formule 1 ook doen, weet je wel. Dus ja. Twee kenners, ja. Plus een nieuw iemand. Nou, laatst hadden we Samantha Steenwijk, Nicky Terfs hebben we gezien. Doe dat ook een keer. Maar daar vinden mensen ook altijd van, hè? En ook dat kan je niet voor altijd zo blijven doen. Maar je moet wel ook risico's durven nemen en wel eens op je bek gaan. Dat je zegt van ja, dit werkt er gewoon niet. Maar dan moet je ook kunnen zeggen dat als jij zegt Ronald Scholten heeft niet genoeg kennis. Oké, dan moet je misschien Ronald Scholten de functie van Arjen van der Giessen geven. Stuur die dat daar naartoe, laat die filmpjes maken, want hij kent de dartwereld wel. Ja. En zet iemand anders in de studio. Maar ik heb ook jongens gezien, en ik ga geen namen noemen, die niet zo geschikt zijn, als, ook al zijn er dartspelers, om in de studio een verhaal te doen. Want de een bereidt zich goed voor. Heeft een goed gesprek, heeft een leuk verhaal. Een ander kan dat gewoon niet goed. Kijk, ja, bij mij gooi je een eurootje in en ik lul, laat me zeggen wel. Maar er zitten ook jongens die gewoon niet geschikt zijn. En die geven ze dan een kans. En helaas, dat is hem dan niet. Maar ja, dat is nog niks maar ten nadele van RTL. Want ik denk dat het hun allemaal te maken heeft gehad met budget. En die jongens die komen toch gewoon, dan kunnen ze een keer extra hun sponsor laten zien op de zin. Even een extra keertje in beeld. Aantrekkelijk voor partners, dat is wel heel belangrijk voor die jongens. Voor maar het formaat van het programma is nooit echt op de schop gegaan dat je iets nieuws ging proberen. Nogmaals, ik denk vanwege het budget. Maar dat is denk ik wel wat nodig is. En ik denk, ik zeg wel heel veel wat ik denk, maar die nieuwe partij, die gaat er echt wel iets van maken. Als die gewoon leuke... Deels vernieuwing, ik zeg niet dat je Arjen en Jacques laat zo zeggen weg moet sturen. Nee, zeker niet. Ik denk dat je die in een andere rol doet. Ja. Dus misschien Arjen als analist, want daar is hij echt heel goed in. Ik heb met Arjen de World Series gestaan dat ik echt dacht van oké, hij zegt nu echt dingen, daar kan je heel veel van leren. Ja. Als je die rol eens aanpast en stuur nieuw laat een keer op locatie, dus wissel de rol eens om. Ja. Denk dat je hele andere content krijgt. Ga eens een keer met z'n tweeën op locatie. Of... Maar zij krijgen er ook energie van. Kijk, ik heb Arjen natuurlijk ken ik heel goed. En die zei ook tegen mij, ja Jaco, ik zou zo graag... items willen maken, hè, zoals die twee nieuwe koeien, hè, Harry Vermeeg en Henk Spaan deden het vroeger altijd. Ja, ik denk dat hij er heel geschikt voor is, want het is echt een super relaxed event. Maar als je altijd alleen maar in je studiootje van een meter bij een meter, want geloof me, ik heb op plekken met hem gestaan, wij hebben nu alle ruimte, dat hadden we niet, hè. Dan sta je echt op een vierkante meter met z'n vieren, de cameraman en hij, Raymond en de lampen gisteren in de hoek gedrukt, en dan komt de perschef van de PNC er om de hoek kijken of het wel goed gaat. Daar moet jij dan werken, hè. En dan krijg je ook nog eens maar een minuut. En dat moet dan ook nog maar hopen dat je goede videoverbinding hebt. Dat je het kunt uploaden naar de studio. Dat was altijd wat. Maar hij had op een gegeven moment gewoon het probleem dat hij niet meer de goede vragen kon stellen. En dan merkte je ook in Arjen dat hij een soort van gesouffleerd werd. Van ja, je moet eens een keer een Vergerwe aanpakken. Want die heeft altijd, die worden altijd zijde handschoentjes. Ja, oké. Okay, je mag Vergerwe aanpakken. Maar er moet er wel reden voor zijn. En Vergerwe werd aangepakt toen hij net inderdaad weer eens verloor. Maar met 100 tegen gemiddeld. Ja, dan kan je niet die kritische vragen op die neerstellen. En als je dat dan wel doet, ja, daar ging Michael dus flink tegen in. En terecht. En dan sta je als Arjen met je bek vol tanden. Maar dat komt omdat je je voor het karretje laat spannen. Ja, zo kijk ik er dan naar. Want er is echt niks mis met Arjen van der Giessen. Maar die moet ook roeien met de riemen die hij heeft.
Jij hebt bijvoorbeeld in Weekly Darts podcast gezegd dat Arjen een reactie uitlokte in een hooi van Raymond, dus je gaat stoppen. En dat jij eigenlijk op het moment dat jij aan het pissen was, dat hij dat doet. Jij komt terug en je ziet hem in, bij Sky ineens roepen van I go to retirement. Het ging niet helemaal zo. Het is zo, Raymond verliest daar. En hij heeft een interview met RTL 7. Er is eigenlijk niks aan de hand, behalve dat hij altijd teleurgesteld is. Dat was hij altijd. Ik loop terug, Rieke Woef was bij ons te gast. En Michael staat met Rico en mij daar te praten. Normaal ben ik er altijd bij. Ja, ik weet toch dat er bij Raymond dan niet heel veel goeds uit gaat komen. Laat hem eventjes. Raymond geeft daar een prima interview. Loopt weg. Het interview was klaar. En hij zegt tegen Arjan, ik weet niet hoe lang ik deze pijn nog aan kan. Waarop Arjan daarop aansloeg, en daar heb ik hem waar gesproken. Waarop Arjan erop aansloeg en die haalde Raymond terug. Ja, wat bedoel je? Ja, gewoon dat ik niet weet hoe lang dit nog trekt. Ja, wat bedoel je dan, Raymond? Bedoel je dat je gaat stoppen? Ja, misschien wel ja. En Arjan trok iets uit hem waarvan hij donders goed weet dat Raymond dat altijd zei. Raymond had altijd dat hij geen zin meer had, het liefst wilde stoppen en dood wilde, wat dan ook. Laat de man met rust. Maar Arjan voelde nieuws en Arjan wilde een scoop en heeft eigenlijk Raymond daar best wel genaaid. En ik werd er heel boos om. Want vervolgens had Raymond het dus gezegd en moest ik tegen hem zeggen, ja maar Ray, luister, jij wil helemaal niet stoppen. Ja, je zegt dat misschien nu, maar als je morgenochtend wakker wordt, wil jij gewoon weer door. Dus dit gaat nergens over, doe dit niet. Dus toen ben ik heel intens met Raymond in gesprek gegaan. Van vriend, ik begrijp je teleurstelling, maar laat dit gewoon voor nu. Ja, maar Jaki, je kan het echt niet meer. Nee, maar dat geloof ik. Ik geloof dat je het echt niet meer kan. Daar hebben we het iedere week over dat je het niet meer kan. Dat is een gesprek voor later. Maar niet om nu, in het heetst van de strijd, in je emoties van je verlies van de net, met de dingen die er gebeurd zijn, om dit dan vol te blijven houden. Want dit is niet de Raymond van Barneveld die morgenochtend wakker wordt. Die is niet klaar om te stoppen. Nou oké, we liepen dus naar de Engelse studio en iedereen was gelijk in red broer van what the fuck is going on, weet je al. Dave Ellis tegen mij, what did you just say, bla bla bla. En Arjan, die kwam naar Michael lopen. En Michael, wat is jouw reactie als Raymond gaat stoppen? Dus Michael kijkt mij aan en zegt, ja, ik even serieus. Ik zeg, ja, Michael, ja. Hij zegt, ja Arjan, ik ga er niet op reageren, want Raymond gaat niet stoppen. Weet je al, ik ga hier niet aan meedoen. Je weet zelf donders goed hoe Raymond is. Ja goed, ik moest met Raymond naar de internationale persconferentie. Ja, en ik heb hem echt gesmeekt om het niet te zeggen. Maar hij zei het wel. En toen ging het zijn eigen leven leiden. Nou, Raymond stapte op een gegeven moment in de auto, die ging naar huis. Met vrienden, en ik ging naar het hotel. Toen heb ik hem, geloof anderhalf of twee uur aan de telefoon gehad, niet veel later. En dan had hij natuurlijk ook best wel een soort van spijt. Dan zegt hij ook wel achteraf, vol bravoer, van ja, maar ik had daar wel moeten stoppen. Ja, tuurlijk. Misschien had je daar moeten stoppen. Wel, ja. Maar dat is niet mijn verhaal. Het gaat erom dat je geen beslissing kan nemen op zo'n moment. Een beslissing zoals stoppen kan je nemen als je de volgende ochtend wakker wordt. Volledig nuchter, volledig bij de tijd. En dan kan je zeggen, jongens, ik kan het niet meer opbrengen. Maar kijk, ik werd dan ineens de manager, de geldwolf, die wilde maar dat hij door ging darten. Nou, ik hoefde hem niet te verdedigen, maar ik kreeg helemaal niks van zijn prijsgeld. Ik wilde alleen maar een percentage van de deals die ik voor maakte. Dus voor mij had geen invloed. Wij verdienen veel meer geld als hij gestopt zou zijn. Maar ik vind, je kan als legacy die van Barneveld is, niet zo als een soort treurwillig eindigen op zo'n moment in Ahoy. Dus ja, vervolgens is dat dan wel gerepareerd. Maar we kwamen wel langzaamaan tot de conclusie, ja, dat het gewoon niet meer ging. En dus, er waren wat dat betreft mooie dingen in het vooruitzicht. Met exhibitions doen met veel Taylor over de hele wereld en gewoon goed geld verdienen. Je hebt niks meer te maken met regeltjes. Ja, toen kwam corona. Ja, dan verdien je niks meer. En ja, toen kwam dus Ben de Kok en die gaf hem een aanbieding om weer te gaan maken. Maar dat gaat misschien zo wel over hebben. Ja, dat komt misschien zo wel. Ja. Maar het moment wat jij aanhaalt is eigenlijk, als we heel ver teruggaan, het moment waarop de PDC een deal maakt met RTL. En RTL de PDC verplicht om Nederlanders na afloop, zowel verloren, verplicht voor de camera te laten staan. Ja. En dan heb ik, dat hebben ze allemaal gezien, ik wil dood, ik wil dit. Nou, ik heb Grand Slam 2017, verliest hij volgens mij van Cross. En dan staat hij daar, en wat doe ik hier nog, en waar doe ik het nog voor? Is dat niet het beeld wat van Barney geschetst is, doordat die interviews achteraf zijn geweest? Ja, maar natuurlijk. Ik heb zo vaak gesprek gehad met de PDC, van ja jongens, we doen er alles aan met elkaar om de dartsport te promoten.
Ja, jullie maken regeltjes, jullie organiseren toernooien, je doet het wat dat betreft fantastisch. Maar hoe kan het zo zijn dat alleen de Nederlandse spelers voor de Nederlandse televisie na afloop van een verloren wedstrijd, waarin je zelf weet wat alle randvoorwaarden zijn, die leiden tot dit soort negatieve shit. En Van Gerwen is dan een van die jongens die er heel goed mee om kan gaan. Niet altijd, maar redelijk goed mee om kan gaan. Sommige andere jongens, Dirk van Duivenbode, Jermaine, er zijn echt wel jongens die prima interviews kunnen geven. Vinny wordt wel eens zwartgallig, maar kan ook prima. Maar Raymond kan het niet. Gewoon niet. Nooit niet. En dat werkt dan niet, laat maar zeggen. Maar blijven verplichten, terwijl al die andere jongens dat niet hebben. Bij Sky, ITV wordt alleen maar de winnaars geïnterviewd, nooit de verliezers. Als de verliezers ooit worden geïnterviewd bij Sky, is het samen met de winnaar. Is het in combinatie met de winnaar, omdat er een of andere legendarische pot gespeeld is. Prima. Dan voelt de verliezer zich ook niet zo de verliezer en weet je wel dat hij als een soort schandjongen daar wordt neergezet. Nou, Raymond was daar, vond dat lastig. En als je dan ook nog eigenlijk gesloten vragen krijgt, waar je niet de ruimte krijgt om een soort van je verhaal te doen. Want ja, wat kan je nou vertellen als je net verloren hebt? Dan bij Raymond gaat het toch vaak over excuses. En het probleem was, het was eigenlijk altijd vanwege de Premier League, Raymond en Michael. Nou, ze waren er ook niet altijd van RTL, hè, omdat de Euroleague of wat dan ook zat in de weg. Dus Michael verloor al niet heel veel, dus het was altijd Van Barneveld die, als hij dan verloor, een interview had. Met het zielige verhaal. Met het zielige verhaal. Maar de man had slecht zicht. De man had diabetes. Maar omdat hij diabetes had, maar ook af en toe met een ijsje of een milkshake op de foto ging, vonden mensen maar dat hij toch verzonnen had dat hij diabetes had, of dat hij zich niet zo moest aanstellen. Ja, je kan allemaal makkelijk praten, maar als je 300 dagen per jaar van huis bent, en je hebt inderdaad diabetes, en je bent al te lekker bek geweest, en je mag al die dingen ineens niet meer, dan heb je ook wel eens behoefte aan een ijsje. Met alle respect. En het is net of je dat dan niet gegund wordt. Maar als een persoon last heeft van een blessure, jij heeft lang een blessure gehad, Michael loopt te klooien met zijn pijlen, iedereen heeft wel eens iets. Maar ja, omdat je heel veel Van Barneveld zag, en het was altijd hetzelfde riedeltje, bril op, bril af. Kijk, je kan op twee manieren daar naar kijken. Je kan zeggen, iemand zoekt altijd een excuus. Of je kan kijken, nee, dit is een professional die er alles aan doet om te proberen het op te lossen. Met bril. Ja, ook niet. Zonder bril. Ook niet. Deze pijl, deze shaft. Weet je wat, we hebben het net al besproken. Maar dat was Raymond, die ging aan alles op een gegeven moment twijfelen. We hebben alles gedocumenteerd. Wanneer die wat had, wanneer die wat dronk, welk hotel we sliepen, hoe laat we opstonden, hoe ver van tevoren we naar de venue gingen, hoe lang we gingen ingooien. Alles wat dat betreft geprobeerd eraan te doen. Maar het enige wat Nederland hoorde waren excuses. En dat heb ik op een gegeven moment met mensen besproken. En dat probeerde ik ook vaak met Raymond. Stop daarmee. Dan maar, zoals Michael vaak de clichés opengooit. Jongens, ik heb mijn best gedaan. Het ligt aan mezelf. De ander was beter. Ik ga hard trainen. Volgende keer hoop ik dat ik wel win. Ja, dat kan Raymond. Het mooie daaraan was wel, want er is al de zeur en dit en dat. En dat kwam eigenlijk de laatste 2-3 jaar van zijn carrière. Eerste deel van zijn carrière, om het maar zo te noemen. Erg in het licht. Op het moment wint hij in Ahoy. Eerste keer dat hij zelf helemaal in het oranje speelt. En hij zegt meteen, hij komt bij Vincent en Koer te staan volgens mij. Het eerste wat hij zegt. Zij zegt het al in de coulissen tegen jou, dat jij zegt goed gespeeld. Het waait, het vloog alle kanten op en het heeft allemaal geen nut en dit en dat. Maar op het moment dat hij dat zei op tv, dus was het van, oh maar hij zeurt niet. En toen was het allemaal ineens van, nu wint hij en nu. Ja. Nu is het wel oké, maar op het moment dat hij verliest, dan is het een excuus, of dan is het dit, of het is dat. Ja. En nou heeft de man ook geen makkelijk leven gehad. Hij vliegt naar Q-School en de gevel die flikkert er weer uit. Ja. Ja. En zo gaat het rieltje al door. Ja. Eigenlijk waar ik naartoe wil, is eigenlijk het huidige darts. En dan kom ik bij jou bij een tweetje van 2019. Dan moet ik even naar mijn beeldschermen vissen. Toch niet voor mij, hè? Ik heb een tweet van jou. Oh, dat is jammer. In darts zijn er veel spelers waar mijn managers zouden willen werken. Ik ging niet alleen de top, maar ook weer onder. Ik ging het even door de order of merit, maar ik kan helaas geen 12 spelers aan. Wie weet wat de toekomst brengt. Wat brengt de toekomst? Ja, geen darters, denk ik. Nee. Nee, ja, er zijn gewoon jongens. Kijk, ik heb ze natuurlijk allemaal meegemaakt. En er zitten jongens bij die gesloten zijn, die open zijn, excentriek, introvert, noem maar eens maar op. Er zijn een aantal jongens, en Dimitri is daar bijvoorbeeld één van. Max Hopp is er trouwens ook één van. Ja, daar jeuken een soort van je handen. Die hebben zoveel potentie. Ik heb je net dat verhaal verteld over Dimitri, dat ik vond dat hij één op één begeleiding nodig had. En ik hoef dat niet per se te zijn. Maar Jeffrey de Zwaan, Dirk van Duivenbode, Nathan Espinol, Gerwin Price, Michael Smit,
Er zijn gewoon jongens die fantastisch kunnen darten, maar die één dingetje, laten we zeggen, nog missen. En het kan een stukje mentaal zijn, een stukje andere begeleiding, misschien wel een stukje voeding, je weet het niet. En dat had ik wel leuk gevonden. Begrijp je? Ik hoef niet met. Ik vind Gary Hansen een fantastische vent, daar hoef ik niet mee te werken. David Pietsch trouwens ook wel een heel mooi voorbeeld. Dat is een jongen die altijd bezig is met zichzelf beter maken. En als je dan ziet waar hij vandaan komt, want ik heb nog meegemaakt dat hij tegen Raymond moest. En als hij van Raymond zou winnen, zou hij naar het WK kunnen gaan. Maar als hij verloor, dan niet. Nou, hij verloor. Zijn beste vriend Joe Cullen stond erachter. En dat was best wel sneu. Want het is een super lieve, leuke jongen. Die jongen heeft een mentale switch gemaakt. Is op een andere manier gaan trainen. Hij heeft zichzelf op een andere manier geprofileerd. Is, tot aan corona kwam, ontiegelijk veel beter gaan gooien. Zat echt die lijn in. Ja, toen kwam corona. Ja, wat ga je doen? En dat is natuurlijk hartstikke zonde. Maar ja, ik had wel met bepaalde mensen, had ik het echt leuk gevonden om daarmee te gaan werken. Maar je moet ook realistisch zijn. Ik ben ook wel gevraagd natuurlijk door een aantal spelers. Maar je moet ook realistisch zijn. Ik kom uit Nederland. Hier is mijn basis. Dus als ik met iemand werk, zou het ook in Nederland moeten zijn. Dus de mensen die mij gevraagd hebben uit andere landen, ja, dat was voor mij sowieso al een no-go. Maar dat je met bepaalde lui wel contact hebt en praat over bepaalde dingen, ja, dat was altijd wel zo. Het idee was wel op een gegeven moment inderdaad om een soort van team te gaan vormen, zoals we toen met Raymond hebben gedaan. Maar dan merkte je, ik was zoveel tijd en energie kwijt aan Raymond, dat ik het niet kon geven aan Jeffrey, Mike of Dirk. En ik heb echt wel gesprekken met hen gevoerd om ze te helpen, maar je moet gewoon volledig met een speler bezig zijn. En daarom denk ik gewoon dat het nooit echt kan werken met 14 man bij een management, hoe aardig die ook is, hoe goed die ook is. Maar je hebt gewoon je begeleiding nodig. En sommige spelers worden nog veel te veel door lot overgelaten. En ja, dat vind ik wel eens jammer. Maar wat jij zegt, maar hoe moeilijk is het bijvoorbeeld, stel maar, Niels Zonneveld, bijvoorbeeld, gaat het U-School, wint zijn toolkaart, en dan? Hoe gaat die qua budgetmanager regelen, begeleiding, et cetera? Want ja, de top 32 laat ik zo zeggen, verdient goed. Die kan dat. Daaronder wordt het wel lastiger, top 64, en onder de top 64 is het helemaal een drama. Ja. Gewoon heel, heel bot gezegd. Ja, nou kijk, weet je, een hoop van die jongens gaan naar een managementkantoor. Maar eigenlijk is het natuurlijk geen management. Het is gewoon een groepje of een investeerder. Die investeert, die gokt dat jij veel geld voor hem gaat verdienen. Zo simpel is het. Het is heel vaak niets meer en niets minder. Ik ga geen namen noemen. Maar jongens, die komen bijvoorbeeld bij Mac uit. Mac zegt, luister, ik teken een contract met jou. Ik betaal al jouw onkosten. Dus reis- en verblijfskosten en ik zorg dat iemand is, of ik zelf, om jou te begeleiden. Jij kan ongegeneerd gaan darten, je probeert er alles aan te doen. Als je me nodig hebt, ik ben er voor je. Sponsors zal ik proberen voor je te regelen, et cetera. En dan zien we wel het schipstrand. Maar dat is geen manager, dat is een investeerder. Een manager is iemand die dedicated met jou op pad is. Die voor jou op maat gemaakte deals probeert te maken. Die met jou bezig is, met jouw materiaal, met jouw sponsors, met jouw hotels, met jouw alles. En nu worden wel voor al deze jongen hun kosten betaald. En dat is fijn, want dat geeft ze een bepaalde geruststelling. Maar ze moeten daarvoor in ruil ook een percentage van de prijsgeld opstaan. Wat prima is, want het is natuurlijk voor, ze moeten er allebei iets van hebben. Mac of wie dan ook, het is geen Sinterklaas. Maar als ze dan echt succesvol worden, of de keerzijde, als het niet lekker loopt, ja, dan is het lastig om in een team van 14 te zitten. Want alle aandacht gaat naar Glenn, naar Dini, naar Steven, naar Devin, naar wie dan ook. Maar dan even niet aan jou. En juist dan, die jongens hebben de aandacht nodig. En dan denk ik dat Mac het heel goed doet, of dat Mac op het juiste moment met de juiste personen zijn gaan werken. Maar hij heeft ook een tijd gehad, dat was Kim Huibrecht zijn nummer 1. En die deed het niet zo heel goed. En toen had hij eventjes Mensur Sujovic, die ging het daarna niet zo goed doen. En toen kwam Glenn Durant over van de andere bond. Ja, die deed het goed. José de Sousa, Dimi, die in één keer wel die klik maakt. Ja, dan doe je het leuk. James Wade kwam erbij, want die was ook aan het zwemmen. Die is ook een aantal mensen af geweest. Je hebt met Jason gezeten, je hebt met John Archer gezeten, want John Archer was helemaal gestopt uit het dart verdwenen. Het is gewoon lastig, maar ik vind een manager, vind ik, Jason Tame is echt een manager, Mac is echt een manager, maar er zijn managers voor Whitlock, voor Vergerwe, misschien een beetje voor Van der Voort. Maar ze zijn investeerder voor een hele groep andere spelers. En als die jongens het nodig hebben, bij momenten zijn ze ook hun manager,
Maar je kan niet van 14 mensen een manager zijn, dat kan niet. Is dat een probleem bij Modus of is dat geen probleem? Om even, ja, Modus is een voorbeeld met meerdere grote... Nou ja, het is geen probleem, het is een probleem van sommige spelers. Want sommige individuen gedijen daar dus niet in. Anderen prima, anderen vinden het juist lekker om niet constant op hun nek gezeten te worden door een manager. Van ga nou eens trainen, eet nou eens gezond, ga op tijd naar je bed. Die Mie, vind ik, heeft 1-op-1 begeleiding nodig. En dus toen hij bij Peter Wright heeft gezeten een tijd, vanaf dat moment ging hij ineens presteren. Echt niet eerder. Ja, op het podium was hij vaak goed, maar dat kwam, dat heb ik hem ook wel eens verteld, in mijn optiek, omdat hij daar zijn walk-on-song had. Hij voelde daar zijn ontspanning, had interactie met het publiek en hij kwam in zijn element. Op Pro Tours loop je in een gymzaaltje, dan doe je geen walk-on, er is geen publiek, dan ben je niet in je element. Dan is het jij tegen de rest, er zijn geen camera's en daar is iedereen in principe goed. En dan is het veel moeilijker presteren. En hij heeft dan daar, denk ik, behoefte aan persoonlijke begeleiding. Achter mij Max Hopp, fantastische gozer. Super mentaliteit, super talent, maar die moest alles dragen voor heel Duitsland. Want hij was het grote talent. Die jongen is super jong nog. Maar alsof hij al 10, 20 jaar staat. Dat idee heb je. Maar hij heeft altijd de last moeten dragen van het moeten presteren. Want dat land is helemaal dakgek. Ik ben voor die jongen super blij dat er nu meer talenten uit Duitsland opstaan. Waardoor bij hem er een beetje de druk afgaat. En ik hoop dat hij langzaamaan, weet je wel, de weg terug vindt naar boven. Want hij heeft de potentie om dat natuurlijk te kunnen. Anders win je geen Eurotour. Eurotours win je tegenwoordig niet meer met gelukjes. Nee, natuurlijk niet. Die tijd is echt geweest. Nee, nee. Maar wat je bijvoorbeeld ook ziet, je speelt gewoon een tourkaart en dan komen ze niet verder. Dus Jelle Klaassen, die heeft natuurlijk al heel lang zijn tourkaart. Maar Jelle Klaassen is iemand die zie ik nu al, ik denk, 5-6 jaar bij RTL zitten. En dan met een uitschieter van de UK Open kwartfinale. Dat is dan wel het hoogtepunt. Ja. Maar het enige wat ik hoor, het voelt lekker, het gaat goed. Nieuwe shafts, nieuwe flights, gaat heen, verliest. Terug, 3 weken later in studio, nieuwe pijlen gepakt, nieuwe flights, nieuwe shafts, identito. Ja. En het balletje gaat maar door, dan viel hij voor het eerst ook buiten het WK. Dit jaar is hij nog steeds niet goed begonnen, nee. UK Open was weer dramatisch. Ja, zo'n speler heeft eigenlijk nood aan begeleiding, maar grijpt hij dat niet aan of wil hij dat niet? Nou ja. Daarbij zit hij natuurlijk, nou ja, hij ligt niet goed met Van Gerwen, nou ja, dat is de Dutchman in Nederland. Dat zal mentaal ook zijn weerwerking hebben natuurlijk. Nou, ik weet niet of dat het is, hè, maar je moet je zo voorstellen, kijk, je doet zelf al wielrennen. Op een gegeven moment, Jelle is natuurlijk wereldkampioen geweest, dus die heeft de vruchten geproefd van het absolute succes. Daarna is het ook wel eens een struggle geweest, hij heeft heel lang met een blessure gezeten. Het probleem is, als je in Nederland over blessures gaat praten, dan vinden mensen je weer een jankert. Dus ze luisteren niet eens meer naar je verhaal, want jij hebt een excuus. Maar het is geen excuus, je hebt daadwerkelijk een blessure. Een voetballer, die kan in alle rust kan die terugkomen van een blessure. Het team vangt het wel op. Ja, een dokter is een individuele sporter. Voor de rest verdient niemand zijn centjes. Dus de man heeft ook een vrouw en 2 kinderen. De man heeft ook gewoon zijn vaste lasten. Die wil ook zijn centjes verdienen. Dus je krijgt niet alleen de druk van ik wil presteren als dokter. Maar je hebt ook van ik ben nog ook papa en man. En ik moet ook mijn inkomsten voor mijn huis houden. Daarnaast is het zo, met die blessure. Eigenlijk moet je je tijd nemen en wil je fit terugkomen. Maar omdat je centjes moet verdienen, moet je soms wel geforceerd terugkomen. Is hij te vroeg begonnen? Heeft hij te snel gekozen voor iets? Dat zijn allemaal dingen die weet je niet. Ga je dan ergens naartoe, vol goede moed, met goede vorm, en je gooit de eerste dag tegen de Thijs, die fantastisch staat te gooien, de 2e dag tegen de Sousa, de 3e dag tegen de ontketende Hop, en de 4e dag sta je tegen Michael van Gerwen. Ja, dan kan je dus denken, ja, Jelle, ik ben gewoon goed bezig, niks aan de hand. Maar je bent de komende 3-4 weken heb je weer geen toernooien. Dus je zit weer thuis veel te veel na te denken over rekeningen die betaald moeten worden. Over trainen. Zijn deze pijlen wel de goede pijlen? Wat voor garantie heb ik dat ik de volgende keer weer een slechte of goede loting heb? Jongen, er is van zoveel factoren is het afhankelijk of iemand daadwerkelijk goed presteert of niet. Het is niet heel simpel te zeggen dat bijvoorbeeld Jelle dan mentaal minder is of zijn materiaal minder is. Soms is het ook gewoon pech. En ik denk dat langzaamaan zijn zelfvertrouwen afgebrokkeld is. En ja, dan heb je wel iemand nodig. En hij heeft een hartstikke lieve vrouw, die heel positief is. Maar Jelle is wel ook een soort eigenwijs persoon. En dat moet je soms ook zijn. Maar als je in de hoek zit waar de klappen vallen, ja, dan lijkt het wel of de hele wereld tegen is. Dan hebben ze de Terry Murphy's Law vooruitgevonden. Maar dat heb ik bij hem wel eens. Want ik zie hem goede wedstrijden gooien, dan in één keer
brokkelt het af en dan vergooit hij een worstel of hij mist 30 pijlen of wat dan ook. Wat jij schetst, hij is een paar keer gestreamd geweest dit jaar. En eigenlijk exact wat jij nu zegt, is exact wat er gebeurt. Hij komt vaak 4-2, 5-3 voor. En dan moet meneer een dubbel gaan gooien en dat is echt dramatisch. De dubbels daarvoor zijn ook al dramatisch, maar dat is helemaal... Ja, maar als jij thuis staat te darten, zeg ik maar even zo, of ik, of wie dan ook. En op het moment dat jij op een dubbel staat, dan denk jij niet daarvan, hé, als ik deze gooi, dan kan ik mijn rekeningen thuis betalen. Dat is wat de spelers onder de top 32... De druk van het financiële verdienen wordt steeds groter. En door het coronajaar, waar niemand geld heeft kunnen verdienen, en waarin de toernooien nog schaarser werden, werd de druk nog veel groter. En dan kan je wel management hebben die jouw vaste lasten betaalt. En je kan het wel zien als een soort free-roll. Maar als je geen vaste inkomsten hebt zoals daarnaast, zoals bijvoorbeeld een Dirk van Duivenbode, een goede baan heeft. Dus die is helemaal niet afhankelijk van het darten. Zijn kosten worden betaald door zijn management. Hij verdient gewoon zijn salaris. Voor hem is darten bonus. Die jongen kan volledig vrij in zijn hoofd darten. Nou, hij legt zichzelf een bepaalde druk op, maar hij heeft een modus gevonden, dat is ook zijn management, hij heeft een modus gevonden om daar goed mee om te gaan. En je ziet in één keer dat die jongen gaat presteren. Maar een Jelle, een Ron, en noem al die jongens maar op, die wel afhankelijk zijn van de inkomsten uit het darten, ik weet het ook niet van Ron, maar van Jelle, weet ik het dan. Ja, daar wordt de druk dus nog veel groter. En het is te makkelijk, vind ik, om te zeggen, waarom gaat het helemaal fout op die dubbels? Je kan niet in die jongens hun hoofd kijken. Het is bijna bizar om wat te zien. Iemand die wel zijn toolkaart heeft gehaald, maar die we nog niet gezien hebben, is Wesley Harms. Nou heb ik hem al een paar keer helemaal afgebrand in een podcast. Ja. Maar wat vind jij daarvan? Ja, al je toolkaart. We hebben hem hoogstens 3 keer gezien, denk ik. En we hebben hem nooit meer gezien. En meneer is zo goed en meneer heeft zo'n grote mond, want dat hoor ik dan ook over lokale toernooien. En hij vindt zichzelf de man. Ja. Maar waarom bewijs je je dan niet in de PDC? Ja, ik heb hem een paar keer meegemaakt, maar ik weet het vooral niet waarom hij niet in het toernooi komt. Nee, dat weet niemand. Dus ja, dat zou je aan hem moeten vragen. En daar, hij zal ongetwijfeld een goede reden hebben. Of hij heeft geen zin, misschien heeft hij problemen in zijn relatie, misschien is hij ziek, zwak, misselijk. Hij is wel vader geworden voor een jaar. Ja, misschien stelt hij zijn prioriteit ergens anders. Weet je, je tekent geen contract dat je verplicht bent om 40 toernooien te gaan spelen. Ik heb hem dan wel meegemaakt, als ik me niet vergis, bij de Grand Slam of Darts, waar hij vanuit een andere bond kwam. Ja, het is een andere jongen dan de meeste jongens die je kent in de PDC. Hij heeft wel echt een eigen mening. Hij is inderdaad overtuigd van zichzelf. Maar daar is helemaal niks mis mee. Ik denk dat die jongen het echt wel goed kan doen. Want, dat heeft hij ook al bewezen. Ja, zelfs. Maar je hebt ook wel een bepaalde persoonlijkheid nodig. Ik heb ooit met Barry Hearn, stond ik op mijn kamer met Raymond ook. Ging onze smoking aantrekken voor de awards dinner. En toen was net dat akkefietje geweest tussen Gary Anderson en Gerben Price. En ik zou tegen Barry, ja, ik zou het belachelijk vinden als jullie een van twee moeten geven. Ja, maar kan niet, weet je wel, gedrag, etc. Laat die jongen een karakter zijn. Weet je wel, geef ze die vrijheid. Alleen, spreek het met elkaar af. Dat je het een soort van acteert voor mij, net als de WWE, dat showworstel. Ja. Mensen vinden dat fantastisch. Ik bedoel, de wedstrijd Price-Anderson, daarna de Premier League of de Masters. Iedereen keek er naar uit. Dat verkoopt kaartjes. Laat die jongens gaan. Want... Nogmaals, ik heb geen problemen met een Gerben Price, een Michael van Gerwen, die vanuit een echte, rauwe emotie zo fel zijn. Waar ik problemen mee heb, zijn de namen die ik niet ga noemen, van spelers die het faken. Die het zogenaamd boos zijn, die zogenaamd op die manier gaan juichen. Die zijn er ook. Die zou je moeten aanpakken. Maar dat laten de regels niet toe. Er is geen regel hoe lang je erover moet doen voordat je een pijl gooit. Er is geen regel dat je niet mag hoesten als je moet hoesten. Ja, het is vervelend dat die man dat deed op het moment dat de ander op een belangrijke pijl stond. Maar er is geen regel. En als je er wel iets van vindt, dan moet je altijd de regels willen handhaven. Maar dat gebeurt niet. Ik heb nog nooit een Graham, of wie dan ook op het podium staat als referee, dan nooit zien ingrijpen. Maar op het moment dat je wat jij schetst, het is toch mooi. Mensen willen ook van Gerben Klaassen zien omdat er geen hand geeft, omdat er geen hand gegeven wordt. Ik vind het prachtig, geef hem maar een duwtje. Maar sport is toch emotie? Kijk, er moeten grenzen zijn. Je moet elkaar fysiek niet aanraken. Maar je ziet met die bokswedstrijden. We hebben in Nederland 3 keer verhoeven met kickboksen. Je ziet er toch voorafgaand branden ze elkaar toch ook af? Dat is toch mooi? Ja, maar zo bouw je toe naar een hoogtepunt waar mensen graag naar willen kijken. Iedereen wil Barre tegen Rico zien, omdat ze de rivaliteit zien. Ajax Feyenoord, rivaliteit willen zien. Michael van Gerwen tegen Gerben Price, Gary Jensen tegen Gerben Price, rivaliteit.
die jongens hoeven niet per se hekel aan elkaar te hebben, maar geef ze de ruimte joh, om af en toe gek te doen of boos te worden. Waarom moet het allemaal in een bepaald keurslijf? Want ik denk dat Darten dan gaat doodbloeden. Want de echte karakters, probeer ze maar op te noemen. Het worden er steeds minder. Heel weinig, allemaal die lieve jongens. José de Sousa is natuurlijk een hartstikke grappige darter, maar er zit niet veel in. Het enige waar die jongen om wordt uitgelachen, is omdat hij niet zo heel goed kan rekenen. Of een andere manier erop nahoudt. Maar het is wel een fantastische darter. Glenn Durant is geen karakter, Rob Cross is geen karakter, Nathan Espinosa is geen karakter, Johnny Clayton is geen... Het moment dat Ian White met een boodschap op het podium opkomt, boom. Ja. Maar nog steeds is het geen karakter. Nee, het is nog steeds, het is allemaal... Kijk, Price, dat Price, Vergerwe, Anderson... zijn authentieke karakters. Kijk, Ian White is een super relaxed vent. Super aardig, hartstikke leuke humor. Maar het is geen karakter. Gary Anderson is wel een karakter. Ook omdat hij er al jaren is. Van Barneveld is echt wel een karakter. Het is alleen niet meer de echte Raymond zoals die was. Hij mist een beetje het stukje bravoure. Of het recht om een stukje bravoure te gebruiken. Begrijp je? Daarvoor zijn zijn grootste successen te lang geleden. Maar door RTL 7 en die waardeloze interviews die hij altijd moest geven, is hij zo gevormd. Want mensen, de publieke opinie is tegen hem gaan keren. En dat heeft hij zich heel erg aangetrokken. En daardoor kom je in een neerwaartse spiraal terecht. En dat vind ik hartstikke zonde. En wat jij ook zegt, zelf is hij eigenlijk heel positief. Ja. Het is niet dat het een... Alleen hij trekt heel veel energie uit iemand. Kijk, Raymond is echt een van de leukste mensen die ik ken. Ik ga het liefst met hem op vakantie. We kunnen zo lachen met elkaar. Zo ongegeneerd hard lachen. Kat te kwaad, doe maar op. Maar als jij Raymond een vinger geeft qua negativiteit, ja, dan als een piranha gaat hij eroverheen. Want hij heeft genoeg te klaar. Maar dat heeft Vincent ook. Maar dat komt, dat zijn jongens met heel veel verstand. En die zien heel goed wat er ook misgaat. Vooral Vincent. Maar die acteert vooral in Barnsley en Wigan. En die heeft ook heel lang met zijn rug gezeten. Maar die jongen hoort eigenlijk op een groter podium te staan. Die was eigenlijk gewoon lui. Vincent was lui. Heeft hij zelf toegegeven? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet natuurlijk. Nou ja, natuurlijk dus heeft hij zelf een keer toegegeven in een interview. Op het moment dat hij de sportschool ingegaan. Toevallig is hij laatst een keer bij Pauw Nieuws geweest. Ja. Hij is afgetraind, wat je het noemen, maar hè, hij is flink afgevallen. Hij draagt kortere shirtjes. Het ziet er goed uit. Alleen het is voor hem zo moeilijk om in Wigan en Barnsley en momenteel in Milton Keynes op te laden. Ja. Want op wanneer hij de Euro toe gaat en hij moet kwartfinale halen, haalt hij kwartfinale. Ja. En dan staat hij weer op de matchplay en dan gaat het balletje weer om. Ja. Maar het is voor de wat oudere spelers zich zo moeilijk om te plaatsen in Wigan, Barnsley, ja. Beaton, King. Het zijn allemaal namen die komen met de hakken over de sloot, komen ze de major in. Ja. Op het moment dat ze daar staan. Ja. Nou, Beaton is er ook een mooi voorbeeld. Van eigenlijk een fantastische speler met een hele mooie techniek. Altijd positief uitstralen, maar het wordt nooit meer wat. Niet meer zoals hij het graag wilde. Kijk, we vergeten één ding over Vincent. Ik keek ooit darten toen Raymond van Barneveld voor het wereldkampioen werd. Dat is lang geleden. UK Open. Maar zo lang loopt Vincent Lamers ook al mee. En als jij al die jaren altijd weer die reizen moet doen, altijd dezelfde. Je pakt me een easyjetje, je vliegt naar Manchester, je zit anderhalf uur in een taxi als je hem al hebt. Dan kom je in een van de treurige hotel terecht. Er is bijna niks normaals waar je kan gaan eten. Je ziet altijd dezelfde koppen. Dan zit je in de gymzaal. Je mag niks. Er is geen ruimte voor een geintje. Je gooit de eerste ronde. Het is compleet random tegen wie je moet. Dan moet je ineens tegen je maatje van Gerben. Ja, dan weet je dat de kans groot is dat je verliest. Dan zit je weer in je hotel de hele dag. Je kan niks. Ja, daar krijg je niet de drive van dat je denkt van zo, hier ga ik eens even lekker tegenaan. Dat zijn de tv-toernooien. Dat zijn de leuke dingen. En dat zijn misschien de dingen waar ze in de PDC over moeten nadenken. Dat in de Pro Tour valt zo weinig geld te verdienen. En je moet daar zo lang goed presteren. Wil je op een tv-toernooi komen? Dat is het verschil is te groot. Ik zou ervoor opteren, zoals je bijvoorbeeld in de tennis hebt. De Grand Slams zijn voor 128 spelers toegankelijk. Het ABN AMRO toernooi, moet je top 30 van de wereld staan, mag je meedoen. Dat snap ik, bij sommige tv-toernooien met dart ook. Maar hou nou eens 6 pro-toernooien per jaar als tv-format. 128 spelers die gewoon meedoen aan een tv-toernooi. 3 dagen, simpel format. Whatever. Het kan nog steeds snel, het kan nog steeds kort, maar ze komen op televisie en ze hebben nog iets om naartoe te leven. Met sponsors, et cetera. Alles. Wordt groot, alles. Commercieel wordt beter. Alles. Maar ook de mensen die darten kijken zien dan eens de andere gezichten. Zien eens ook. En je ziet, wat ik het leuke vind in de UK Open, is de open loting. Begrijp je? Ja, dat is ideaal. Iedereen kan tegen iedereen loten. Is leuk. Maar
doen ze mee een toernooi. Wat ik leuk vind aan Dublin, is Dublin de Bluid. Hartstikke leuk. Maar de Pro Tour vooraf gaat aan Dublin, dan doen ze het niet. En dan denk ik, het koppeltoernooi, de World Cup, maakt dat alleen koppels. Maak het voor mijn part 4 tegen 4 per land. Krijgen meer mensen. We hadden op een gegeven moment heel discussie over Jermaine Wattimena. Werd helemaal opgezet tegen Raymond van Barneveld. Omdat Jermaine stond hoger, moest mee, ja, Raymond had geen recht. Op de Euro toe. Dan dacht ik, doe het even serieus. Ja, maar dat doet er niet toe. Nee. Wie gaat er nou ooit twijfelen aan de koppel van Barneveld van Ger? Niemand is zo goed als dat koppel. Punt. Niemand. Niemand. Dat gaat Jermaine nooit kunnen dragen. Maar iedereen was het zo aan het hypen. Ja, van Barneveld verdient het. Klopt. Hij verdiende het ook niet. Van Barneveld verdiende het ook niet. Maar Van Barneveld heeft toch nooit gezegd, ik moet naar de World Cup. Maar dat werd door allemaal mensen opgedrongen. En Jermaine werd helemaal opgestookt. Terwijl wij gewoon hadden gezegd, want ik mag over wij spreken. Hey, prima, dan gaat Jermaine toch lekker. Maar geef Raymond duidelijkheid. Maar er werd de hele tijd gezegd, we willen nog geen beslissing nemen. Als de regel is, de nummers 1 en 2 van het land gaan, dan is dat de regel. Maar als de regel is, de nummer 1 gaat en nummer 2 wordt uitgenodigd, want het is een invitatietoernooi. Ook prima, maar daar kan Raymond dus wel eventueel mee. Maar wat denk je hoe het voor Raymond van Barneveld voelt, als legende die je bent? Als iedereen een mening over je hebt, dat met alle respect voor Jermaine Wattimena, Jermaine Wattimena mee moet, want, dan, want die staat beter te gooien. En dan komen ze toevallig nog op de Euro toe tegen elkaar, dan wordt het nog meer opgehyped. Ja. Hoor Raymond ook nog 6-5, ja. Ook weer niet hoe. En dat zegt niks. Dat zegt niks. Al had hij daar 6-0 gewonnen, als Jermaine op dat moment de betere speler is, moet Jermaine. Voor het Nederlands elftal selecteert een bondscoach het team. Raymond zei altijd tegen mij, en dat ga ik gewoon zeggen, Jaco, waarom is er geen bondscoach in het darten? En als de bondscoach mij selecteert en Van Gerwen, dan ben ik Nederlands team. En als de bondscoach Vincent van der Voort en Van Gerwen, dan is Vincent en Michael zijn het Nederlands team. Hoe eerlijk kan je het krijgen? Maar dat is er niet, er is geen bondscoach. En dat vind ik jammer. Ik denk dan, zoals vroeger bij de BDO, waren ze met een team. Dat waren de 4 Nederlanders, laten we zeggen, een team. Waarom kan het bij de PDC niet? Ja, het slaat wel aan, want we hebben het hier toen de tijd gehad met de Masters of Darts. Gewoon Engeland tegen Nederland. Superleuk, man. Wat je dan kan doen is nu dan Rest of the World, of je doet gewoon 4 teams. Ja. Rest of the World, Oceanië, Noordic Baltic, net wat je wil. En dan heb je 4 teams, Engeland, of UK, Nederland. Wij hebben ook geopteerd een soort Ryder Cup, hè? Ja. Een Ryder Cup systeem. Je kan, en dan kan je nog je legends van vroeger, want ook die gasten... Die willen echt wel spelen. Ja, die willen echt wel spelen en die verdienen ook zo'n podium gewoon. Prima. Kijk naar het senior Darts WK wat eraan gaat komen. Ja. Ze willen echt graag spelen. Ja, nou, toevallig Jason Francis doet dat samen met Jason Tame. En Jason Francis kwam bij mij terecht voor die snoekerkaarten. Nou, met Jason Tame natuurlijk sowieso contact. Maar die kwamen zo met elkaar op het idee. Wij hadden die Immortal Box gedaan met al die oud-darters. Ja, die jongens kunnen allemaal nog steeds darten. Niet meer op het niveau zoals ze hadden, veel waarschijnlijk wel, maar de populariteit, die mensen worden gemist, want dat waren de karakters. Het hedendaagse darten heeft gewoon heel weinig echte karakters nog. En dat, daar ben ik echt bang voor, dat dat ondergang kan worden van de dartsport. Daarom ben ik blij dat er zo'n betaalzender in springt en dat die misschien extra energie gaat geven. En ik hoop dat de PDC een keer de kalender, het rankingsysteem, op de schop gaat gooien. Dat jongens die... Zoals jij zegt, alleen maar naar een Pro Tour kunnen gaan in Wigan. Nu door godzijdank Milton Keynes, want dat is nog iets leefbaarder en dichter bij een vliegveld. Maar hoe leuk zou het zijn als er gewoon meer tv-toernooien zouden zijn waar je niet voor hoeft te kwalificeren. Ik bedoel, daar hebben we het nog niet eens gehad. Maar de grootst mogelijke onzin in dat jaar was de nummer 2, 4, 6 en 8 van de wereld. Op de Order of Merit moesten zich plaatsen voor een Eurotour. Nou, ik dacht echt dat ik in Disney World was beland. Qua reglement. Ik kan het nog erger maken, voor mij was het Gurney, Whitlock, Lewis, die moesten nog praten voor de Grand Slam. We hebben het over de top 8 van de wereld. Ja. Wat niet op een tv-toernooi staat. Nee, maar ik heb het over Taylor, Lewis, Van Barneveld en... Wade of zo? Nee, niet Wade. Kijk, er waren jongens die gingen altijd Anderson. En er waren jongens die vonden het niet zo leuk, het vliegen. Maar ja, het kostte voor hun godsvermogen, joh. En dan terug. Het was altijd lastig. En... Vroeger, toen ik dus vroeger ooit door Scholten werd uitgenodigd bij zo'n toernooitje, toen was het een soort pro-tour-achtig idee. Stonden er gewoon 128 spelers in van die zaaltjes en een aantal podium. En dan hoorde ik spelers zeuren, ja, het zijn altijd de grote jongens die op het podium mogen. We willen geen meerdere podiums, we willen de 1. Dan hebben ze 1 podium, nou is het weer niet goed, want er mogen maar een aantal spelers meedoen. Maar weet je wat grappig is? De UK Open, wat iedereen een fantastisch toernooi vindt, heb je hoeveel podiums? 8. Oké, okay. En hoeveel daarvan zijn er op tv? 2. Oké. Okay. Of 1 op tv en 2 op de stream. Ja, nee, maar ik bedoel, daar kan het toch wel op meerdere podiums. Waarom
moeten allemaal dingen veranderd worden, omdat een aantal mensen daar dan over tekeer gaan. Weet je, je zou terug moeten gaan naar de tekentafel vanuit de basis en zeggen, yo, we doen gewoon à la Grand Slams, 4 toernooien met alle tourcardhouders op televisie. Ja, dat is ideaal. Prima! En dan kan je zeggen van, ja, maar met publiek en dit en dat en het moet in zoveel dagen. Dan denk ik, ja jongens, het is allemaal gelul. Het hoeft eigenlijk niet, je mag heel veel spreiden, want animo blijft er toch, want die komt voor die spelen, die komt voor die spelen. Maar wel, eigenlijk het probleem, begin vandaag, is het rankingssysteem. Er is toevallig onze Rotterdamse vriend Lendl, ja, FBI-rankings. Ja. Brengt het heel mooi in kaart dat eigenlijk het bizarre verschil is tussen de Order of Merit of gewoon op uitslagen. En ja, alles met uitslagen, middeldes, et cetera. Zit je ook bij dartsverrakers, zie je ook netjes op tv. Dat is zo'n verschil met de Order of Merit of de FDI-ranking. Ja. Maar dat niet eens gaat veranderen. Want wat jij ook heel dat je schetsprijs had gehad omhoog, het verschil wordt alleen maar groter. Ja, sterker nog, je spelers worden luier. Want als jij bij 2K het heel goed doet, wat moet jij op Pro Tours en Eurotours doen? Als jij geen zin hebt om naar een Eurotour te gaan, ja, waarom zou je het doen? De drive is weg. Kijk, in de tennis, wat natuurlijk een mondiale sport is, als je daar top 100 staat, of je hebt dan heb je gewoon de verplichting om 18 toernooien te spelen. Punt. En je hebt de verplichting om, laat maar zeggen, alle Grand Slams mee te doen. Je hebt de verplichting om van de Master Series er x aantal te spelen. Waarom doe je zoiets niet in het darten? Maar nu worden ze een soort van gegijzeld dat ze eigenlijk alles moeten spelen. En dat heeft ook te maken met je rankingssysteem. Maar ja, met alle respect, hè, het jaar dat Raymond talende was, dat het echt aan het aflopen was, wist ik, en hij ook, jij gaat uit de top 32 vallen. Dat betekent geen tv-toernooi, dat betekent alleen pro-tours. Weet jij hoe moeilijk het is om van een pro-tour met alleen pro-tours terug te komen in de top 16 van de wereld? Dat gaat niet in een jaar. Dat kan in principe niet. Glenn Durrett. Ja, maar dan moet je ook op de meet. Dan moet je en op de vloer. Dan moet je en op exceptioneel. En op de presplay. En op de... Ja. Nou, laten we ervan uitgaan dat als je 52 bent, 53 bent, dat dan best wel moeilijk wordt. Maar daarmee, dat is dus ook oneerlijk. Maak je een jaarranking, gewoon op één jaar, dan zie je veel meer fluctuaties. Dan had je ook gezien dat toen Dimitri het zo goed deed, dat hij veel sneller omhoog kwam. Dat Glenn dus eigenlijk als nummer 2 of 3 van de wereld was ingeschaald, in plaats van als nummer 17. Dan maak je het eerlijker. En dat vind ik zo mooi aan die FDI-rating. Dat gaat op basis van vorm, talent, weet je wel, alles komt erbij kijken. En ja, dat mis ik gewoon in het darten. En daarom zeg ik, de PDC is succesvol, verdienen heel veel geld. En met heel veel dingen staan ze dan eigenlijk ook een soort van stil. Maar ja, waarom zou je iets gaan veranderen wat nu op dit moment een succes is? Maar dat is in mijn optiek wat het darten nog mist. Gewoon terug naar de tekentafel, een nieuwe basis neerleggen, een nieuwe kalender voor het hele jaar uitschrijven. Waar niet het zwaartepunt alleen maar ligt in de laatste 2 maanden. Want daar valt alles. Begrijp je? Alles staat erin. Smeer het meer uit. Geef die jongens ook periodes waar ze niet per se hoeven te spelen. Weet je wel, waarom is het zo dat je alleen... Ik ben er namelijk voorstander van dat je 2 pro tours hebt in 1 week tijd. He, zoals je bij tennis heb je challenges, satellites, heb je meer te trooien in 1 week. Nu moet het hele circus vanuit Europa naar de UK. En het hele circus vanuit de UK moet naar Europa afstaan. Maar voorheen, de kwalificatie voor de Eurotours, de Engelsen hadden hem in Engeland, dus die hoefden niet te reizen. En de Europeanen hadden het namens op locatie in Duitsland, hoefden niet te reizen. En waarom heb je niet gewoon in 1 week 2 Eurotours of 2 Pro Tours? En dat je zelf kiest, ik ga naar Milton Keynes of ik ga naar Eindhoven, ik zeg het maar even. Ja. Maar waarom is dat niet? Je kan toch makkelijk 200 spelers kwijt? En dat alles heeft met geld te maken, dat snap ik. Maar je moet het gewoon, je moet willen doorontwikkelen, je moet willen evolueren. En het blijft nu veel te veel in een vast stramien. Alles staat vast. De lotingen, je kan ze allemaal uittekenen. Begrijp je? Ga daar ook mee aan de slag. Lood de nummer 3 en 4, lood de nummers 5 tot en met 8, zodat het al op een onvoorspelbare plek staat. Geef jongen of andere jongens meer de kans. Wat ik heel leuk vond was aan die uitdagers, hè, de challengers, laten we zeggen, in de Premier League. Daar zijn ze nu mee gestopt vanwege corona, snap ik. Maar het was wel grappig. Dat was leuk. Alleen, er zat geen idee achter. Want de punten die jongens haalden, die telden nergens voor mee. Dus ze konden jouw pijn doen, maar die andere speler niet, die konden er alleen centjes mee verdienen. Maar wat natuurlijk niet eerlijk is, er is met alle respect een heel groot verschil of je Max Hopp in Duitsland krijgt, John Henderson in Schotland krijgt, of
Piet Pickerbo, bij wijze van spreken, in Rotterdam. Piet is van de Berg in Rotterdam, ja. Ja, nee, maar sommige jongens die zijn echt heel goed en andere jongens zijn nog upcoming. Maar als jij tegen die echt hele goeie moet, ja, dan is dat eigenlijk niet eerlijk. Want die kan jou 2 punten afsnoepen. En die is fris, gemotiveerd en jij denkt, ja, nou, over weken 8 gaan we naar Duitsland. Ja, ik had het anders gedaan. Kijk, wat ik ook niet begrijp van de Premier League. Als je degradeert, degradeer dan ook. Dus als je iets wil met die contenders, dat was het woord wat ik zocht. Je hebt 10 jongens die spelen in de Premier League. Je hebt 8 jongens dat zijn de contenders. Laat die een soort voorwedstrijdje spelen. Zet dat wel of niet uit op tv, whatever. Of alleen de hoogtepunten. 2 daarvan promoveren het jaar erop naar de Premier League. En in de Premier League 2 daarvan degraderen naar of de contenders of die gaan er gewoon uit. En zo heb je een constante stroom. En dan heb je ook nog dat mensen niet het laten lopen, laten we zeggen, de Premier League. Als ze een soort van semi-uitgeschakeld zijn. Maar laat daadwerkelijk iemand degraderen en laat daadwerkelijk mensen promoveren. Want dan krijg je die mensen die in vorm zijn, die kan je ook door laten schrijven naar de Premier League. Je blijft vechten. En je laat de contenders, je hebt mensen die meer op televisie komen. Maar goed, het is voor mij makkelijk lullen natuurlijk van de zijkant. Maar ja, als je toch de contenders inzet, doe het dan denk ik op een iets andere manier met een idee erachter. En nu kan je niks verdienen. En de format zoals de Champions League of Darts vroeger, met z'n allen in een groep. Ja. Dat zijn ook leuke formats, wat je zegt, als je dat nou eens een keer doet. Als Grand Slam, laat ik het zo noemen. Dat je dat soort dingen gaat doen. Dan zit je de middag- en avondsessie doe je daar en dan maak je er gewoon wat leuks van. Kijk, ik snap Barry Hearn dat hij de BDO uitnodigde om een soort kruisbestuiving te krijgen. En eigenlijk om te laten zien, jongens, kom dan lekker naar ons. Met alle respect. Maar dan geeft ze ook die jongens een kans. Vrouwen kregen een kans. Dat was eigenlijk hartstikke leuk. Maar aan de andere kant, zij pakken wel prijzengeld wat een ander dus niet kan verdienen. Vincent van de Voorn, laat maar zeggen, zit thuis. Ja. En die ziet dat iemand prijzengeld pakt, wat niet eens meetelt voor een ranking, want ze hebben geen tourcard bij de PDC. Ja, dat is toch van de zotte. Dat kan eigenlijk niet. Als die jongens zo nodig van de BDO naar de PDC willen, dan stappen ze lekker over. Dan gaan ze proberen de tourcard te halen. Maar ik snap de beweegreden wel, net als dat ik de beweegreden voor de World Series van snap. Je moet het grote plaatje als organisatie, daar moet je iets mee willen kunnen doen. Maar we zijn nu, denk ik, op het punt gekomen dat darten groter en groter aan het worden is. Nu moet je met elkaar terug naar de tekentafel, inclusief de spelers. Dan moet je met elkaar gaan zitten en Michael Vincent zitten hele verstandige jongens bij die echt snappen hoe het beste kan gaan werken. En dan ga je met elkaar zitten en dan zeg je, luister, laten we met elkaar de toernooikalender opnieuw inrichten. Want wat gaat er nu gebeuren, is dat er nu weer een soort van splitsing komt. Je hebt nu dat Mad Darts, wat die jongens op hebben gezet in Engeland, wat ze nu... Michael zijn eraan verbonden. Ja, weet je wat ze nu in Europa krijgen? Supergoed initiatief, maar je gaat weer een versplintering krijgen. Terwijl je eigenlijk vanuit de PDC al dat soort dingen zou moeten reguleren. Maar de PDC is een commerciële organisatie, is niet een dartbond. Ja, een beetje overdringing gehad natuurlijk. Maar wat, jij doet nu natuurlijk nog het een en ander. Nou, wij zoeken altijd een beetje wat op wat de gast nog doet. Dat was bij jou niet heel makkelijk, want we weten natuurlijk dat je die mooie kaarten doet in verschillende sporten. Ja. Maar ik stuitte op iets anders. Jij bent de PR-man van Dirk van Duivenboden. Ja. Dus, maar ik mis hier wel wat aubergines eigenlijk. Ja, die zijn op. Ja, weet je, die zijn echt lekker. Dus Dirk verplicht mij die iedere week om op te eten. Want als die belt, zegt hij standaard, eat more aubergines. Dus ja, dat doe ik ook gewoon. Hij staat ook bij jou in je telefoon als Dirk, eat more aubergines? Nee, hij staat bij mij echt gewoon als Dirk in mijn telefoon. Nee, alle gek op een stokje. Kijk, Dirk werkt met JCT, Engels Management. Nou, tevredenheid. En aan het einde van het jaar hebben wij even contact gehad of ik eventueel iets voor hem zou kunnen doen. Want wij hebben wel een bepaalde klik. Als hij zou verlengen bij Jason, ja, dan was ik, laat maar zeggen, niet nodig. Zou hij niet verlengen bij Jason, zouden wij met elkaar in gesprek gaan. Maar er zijn er meer mensen die eventueel met hem wilden werken. Maar ik had gezegd, jongen, als je mij nodig hebt, laat me weten. Ik vind het prima. Wat voor hem wel makkelijk is, is dat hij in Nederland een partij heeft die met de Nederlandse media, Nederlandse sponsors eventueel kan communiceren. Omdat, ja, je hebt een Engelstalig management. Er worden vanuit het Nederlandse bedrijf wel eens mailtjes gestuurd. In het Nederlands, ja, die komen eraan. Ja, daar kunnen zij niet mee overweg. En ik hoef daar niks voor. Ik vind het prima. Ik vind het leuk om te doen. Ben ik ook nog een beetje betrokken. En dan krijg ik inderdaad telefoontjes van de televisiezenders of wat dan ook. En dan speel ik dat door naar Dirk. En dan gaat het palletje zo heen en weer. Dat is eigenlijk alles wat je nu nog buiten de kaarten echt in Duits doet. Ja, eigenlijk wel. Ik heb wel met Steven Bunting wel eens contact. Met Ray spreek ik nog steeds heel veel. Ja, ik spreek een hoop jongens sowieso wel wat vaker. Omdat je gewoon een bepaalde band hebt opgebouwd. Maar ik ga niet meer met iemand mee naar een toernooi.
ik zeg je ook heel eerlijk, je vroeg dat voordat we begonnen aan mij, of je vroeg misschien aan het begin. Ja, ik zit echt niet meer te wachten op Barsby en dat vond ik echt zo verschrikkelijk. Gaan we niet even gezellig niet even naar binnen met z'n tweeën? Nee. Ja, ik denk dat Vincent, ja, wil heel graag, weet je wel. Ik weet ook dat ze hem daar als burgemeester willen in Barsby. Nee joh. Kijk, Milton Keynes is op zich natuurlijk een stuk beter, hè. In zo'n voetbalstadion, daaromheen. Maar nu met corona is het gewoon sowieso lastig met reizen, weet je wel. PCR-test, ik moest laatst kaarten naar Engeland brengen. Wat een drama, joh. Je test maar nog met pech gestaan. Ja, reed ik terug, kreeg ik een lekker band. Dan kon je gewoon 5,5 uur wachten voordat iemand je kon wegtakelen. Ja, dat was niet alles. Nee. Maar nee, ja, natuurlijk mis ik het wel, hè. Je hebt natuurlijk wel, je hebt echt lol met de hoop. Er zitten echt hele leuke gasten bij. Ook de security, ook de officials, ook de organisatie. Het is gewoon een hele hechte familie. Het is gewoon één groot circus wat het hele jaar door met elkaar reist. Dat is wel echt leuk. Maar je hebt nooit bijvoorbeeld met Jerry van Vianen, een goede vriend van jou, tot, hè, als we op Instagram afgaan, laten we het zo zeggen, nooit gedacht dat met z'n tweeën, we gaan het wel doen. Zeker nu in de tijd, Jerry heeft bijvoorbeeld geen optredens nu, al voor entertainment. Die is helemaal de business nu. Ja. Vorig jaar had ik het zo nooit met z'n tweeën over gehad. Nou, we hebben er wel over gedacht. Ik heb ook op een gegeven moment geprobeerd om hem mee te nemen met de dingen die ik doe in voetbal. We hebben erover gedacht om met een aantal darts misschien een soort van teamje te vormen. Hij is dat wel gaan doen met Ron en Jelle en ik geloof nog iemand qua clinics. Maar ja, ik vind dat ik zelf geen toegevoegde waarde heb voor clinics. Ik ben geen entertainmentman. Ik ben wel iemand, dus dat vind ik van mezelf dan. Want ik denk dat ik mensen wel beter kan maken, kan begeleiden, maar dan voor echt het wedstrijdgedeelte. Nogmaals, ik ben geen darter. Ik ga je niet vertellen, ik weet wel hoe je het beste kan uitgooien. Denk ik, want rekenen kan ik wel. Maar hoe jij moet trainen of de spelletjes die jij moet doen, dat beheers ik niet. Maar ik snap denk ik wel de mentaliteit die erbij komt kijken en de houding die je moet hebben en de instelling. Dat had ik leuk gevonden en daar hebben we inderdaad een aantal keer over nagedacht. We hebben met een aantal spelers, zonder namen te noemen, daar ook mee gesproken. Ja, nogmaals, toen kwam corona en toen werd het gewoon heel erg lastig. En toen kwam Raymond, of toen kwam de voormalige manager Ben de Kok bij Raymond en eigenlijk ook bij mij aan met een bepaald plan. Ja, dat was gewoon een fantastisch plan. Om Raymond weer aan het dart en aan het trainen te krijgen. En daar heb ik gezegd, ja, daar moet je er gewoon voor gaan. Alleen een van de voorwaarden was dat ik dan naar de achtergrond ging. Of eigenlijk verdween. Nou, niet letterlijk verdween, maar niet manager meer was van Raymond. Ja, dat maakte voor mij de stap makkelijker om me volledig op de kaart te richten en andere dingen die ik doe. En dan niet meer per se te willen gaan reizen. Dus ja, dan is dat ook niet handig. Nee, Raymond is natuurlijk bij het bankingteam geweest. Keer zijn er van Jeffrey geweest nu. Was natuurlijk al naar zijn schouder gestuurd dat pijlen zomaar naar links en naar rechts schoten. Is dat nu helemaal of is dat andere redenen? Dat je denkt van, Jeffrey zakt eigenlijk alleen maar meer weg. Wat eigenlijk niet. Was in een opmars bezig, toen kwam die schouderblessure, die is heel lang stil gebleven. Ja. Toen is hij geopereerd geweest en eigenlijk sindsdien schiet zomaar of even naar rechts of naar links. Ik dacht je bedoelde dat te maken had met Benji, maar dat bedoelde ja, ja, totaal plaatje eigenlijk. Oh, jij denkt dat Raymond bij het team is gekomen, dat ja, maar als Jeffrey zal hoofdpersoon 1 blijven, nou Raymond wint zijn tourkaart en 6 toernooien later wint hij een pro tour. Ja. En Jeffrey gooit eigenlijk geen pannenkoek op die pro tours. Ja, dat eigenlijk kijk, de denk van er komt nu iemand. Ik denk dat het al eerder begonnen is qua Jeffrey zijn en de redenen, als ik ze al weet, die kan ik dan niet benoemen. Die ga ik niet benoemen, dat is aan hemzelf en aan Ibis, zijn begeleider en aan zijn manager, Ben de Kok. Ik denk dat Jeffrey een godvergeten talent heeft en verschrikkelijk goed kan gooien. Hij heeft een periode heel goed gegooid. Toen kreeg hij inderdaad last van de blessure. Daar heb ik het net ook een beetje over Jelle over gehad. Het is heel moeilijk om jezelf de tijd te gunnen om weer fit te worden, want er is aan alle kanten druk om te verdienen. Je sponsoren, je vrienden, je kennis, iedereen vraagt dat van je. Wanneer ga je weer darten? Dan ga je weer darten, dan moet je weer terugkomen in je ritme. Maar ondertussen was, want Jeffrey was een beetje de nummer 2 van Nederland aan het worden. Hè? Iedereen had het over Jeffrey de Zwaan, na zijn halve finale, de matchplay. Maar dan was er ineens een Dirk van Duivenbode die het heel erg goed deed. En ja, dat is natuurlijk een maat. Die zitten samen in een competitieteam. Ik weet niet of dat zijn weerslag heeft gehad. Maar misschien was dat bijvoorbeeld ook een invloed. Nou, ja, dan komt Raymond bij dat team. Draait het dan niet meer om Jeffrey? Nou, ik denk dat het op net zoveel om Jeffrey draait. Ik denk, een positieve Raymond kan een gigantisch goede invloed op Jeffrey hebben. Maar Jeffrey's mindset moet op dat moment wel goed zijn. En als er in zijn leven dingen spelen
waardoor hij niet lekker in zijn vel zit of optimaal kan presteren. Waar ik overigens geen weet van heb. Hè. Maar ja, dat kan ook een oorzaak zijn. Ik denk niet dat Raymond ervoor gezorgd heeft dat Jeffrey slechter is gaan presteren. Ik weet niet of zijn schouderblessure en herstel daarvan geresulteerd heeft in dat hij wel eens minder is gaan gooien. Ik weet dat hij met Iwe en Ray en Ben, dat ze keihard werken met elkaar. Maar met alle respect, dit heb ik heel vaak tegen Raymond gezegd. Als je een carrière van 30 jaar, dat gaat altijd zo uiteindelijk. En als jij een jaar kijkt, gaat het ook altijd zo. Je kan niet alleen maar zo. Zelfs een dag, als jij een pro-tour hebt, gaat het gewoon zo op en neer. Dus de carrière van Jeffrey de Zwaan, die begon ooit toen ik daarbij was dat hij bij Team Benji kwam met zijn tourkaart halen. Daarna zakte het langzaam in. Toen weer in één keer ging zo. En nu gaat het even zo. En wat ik net probeer uit te leggen. Het verschil tussen boven- en ondergrens, hoe kleiner die wordt, des te constanter wordt jouw prestatie. Nou, hij zit nu in de hoek waar de klappen vallen. Het loopt niet. Mentaal zal het niet optimaal zijn. Maar geloof me, die jongen komt echt wel weer terug. En dan gaat hij weer steeds beter en beter presteren. Eén ding nog. Gelukkig. Jij zit altijd bij Ray van achter. Dat heb ik een paar keer geanalyseerd. Ja. Het moment, jij bent zo aan het meeleven, eigenlijk op het moment dat je al door de coulissen loopt, het enige komt goed. Je bent goed, hou je handen warm. Ja. Je bent alles aan het zeggen, heel rustig voorbereiden, je balken komt zo naar Raymond. Die stapte pas op het moment dat hij inviel, stapte die pas, ja, niet altijd, gewoon heel ritueel. Ja. En dan stond je erachter en dan was het al, Zwolle even een mooi voorbeeld, Smith komt 1-0 voor. En ik zie al eigenlijk al kijken, we gaan hier toch niet nog een keer. Ja. En op het moment dat hij zich herpakt, switcht eigenlijk jouw gemoedstoestand van oké, vandaag is het oké, het komt goed. Maar op het moment dat hij achter komt te staan, en dat heb ik toen tegen Chismol de World Series Finals gezien, zag ik jou eigenlijk al, werd 8-8, toen zag ik jou al kijken, nou gaan we echt. Ja, kijk, als je in een bepaalde gemoedstoestand zit, dat je misschien wel denkt dat de wereld tegen je is, dat de goden tegen je zijn, dat je het veel verder gaat zoeken dan dat het daadwerkelijk is, dan is het natuurlijk heel moeilijk om optimaal te presteren. Kijk, Raymond die kan fantastisch darten. En dan ging hij spelen, maar had zichzelf aangepraat dat mensen tegen hem altijd heel goed gooien. En ik probeerde hem dan wel eens te vertellen van, hé, mijn vriend, jij gooit nu tegen Dimitri van der Berg en hij is 111 gemiddeld. Terwijl die jongen goed gooit, die hoor je niet terug. Tegen mij gooien ze altijd goed. Ja, ze gooien altijd goed tegen jou om twee redenen. Je bent een legende en iedereen wil van de legende winnen. En twee, jij bent de persoon die ook al staat 3-0 voor, als die twee pijlen mist, je kop kan laten hangen, waardoor je deurtje openzet en het fysiek laat zien aan je tegenstander dat er nog wat te halen valt. En dat geeft een andere motivatie om als altijd door te blijven vechten, want je krijgt bij Van Barneveld altijd een kans. Vroeger was dat niet zo. Vroeger slachtte jij mensen. Weet je wel, met huid en haar gingen ze draad. Je was meedogenloos. Dat ben je niet meer. Die drijf moet jij zien terug te vinden. Die drijf heeft Van Gerwen wel. Weet je wel, die trekt het liefst iemand zijn kop eraf. Ja, daar moet je naartoe aan het werken. En ja, ik had heel vaak, bijvoorbeeld, waren we in Duitsland, toen moesten tegen Beaten, stond hij fantastisch goed te gooien. Maar Beaten gooide een waanzinnige finish. Ja, en dan hoorde ik hem al denken in mijn hoofd, ja hoor, daar gaan we weer. Heb ik weer. Tegen mij doen ze dit weer. En ik probeerde hem bewust te laten worden dat het dus in alle wedstrijden gebeurt. Bij iedereen. Het is niet alleen hem. Je moet niet, ja, je noemt dat in de poker result-oriented thinking. Je bent alleen maar aan het denken dat jou overkomt, maar zo is het niet. Alleen ja, voor hem werd dat een dingetje. Dus ik herkende heel snel in de wedstrijd en dacht ik, oh nee, alsjeblieft, Pete, je bent zo goed. Het mooiste voorbeeld van mij was Gary Anderson op de matchplay. Raymond gooide bizar, yeah. 4-0 voor. Hij mist ticht pijlen om 5-0 voor te komen. Het wordt 4-1. Oh. En ik wist toen al dat het een soort van klaar was. Ja, dat doet echt pijn, hoor. Het was eigenlijk een soort wonder. Desbetreffende rest staat alweer met zijn andere pijlen. En hij was alweer aan het zoeken. Het was een wonder dat hij zo goed gooit met zo'n setje. Nou, het zit allemaal mentaal, wat je zegt, hij kan ook met zijn tapepickers gooien. Ja. Maar dat hij daar dat verliest, dat zegt eigenlijk iets over het talent van Gary Anderson. Ja. En ben je over de mentale toestand van Raymond. Ja, ja, maar zoals ik zeg dat de PDC terug moet naar de tekentafel, moest Raymond dat ook. En bij Raymond lag de key in wat Ben de Kok met zijn plan heeft bewerkstelligd. Van je moet een modus vinden om Raymond iedere dag te laten trainen. En die drive had hij niet meer. We hadden het incidenteel. Gingen we 2-3 weken hard trainen, gingen we met Jerry sporten of wat dan ook. Met zijn vrouw wandelen, van alles eraan gedaan, gezond eten, noem maar op, mental coach.
Wim Hof, we zijn overal geweest, alles geprobeerd. Maar zodra er een teleurstelling of een verlies kwam, werd alles overboord gegooid. Of de coach, of de manier van trainen, of de pijlen, of de flight, of de shaft, of alles. En ja, zo werkt het niet. Je moet iets een kans geven. En dat is gewoon jammer. En dat heeft Ben bewerkstelligd van, hey, we gaan gewoon volle bak trainen. En dan zie je ook, het is nog niet optimaal, maar hij wint wel een pro-tour. Hij heeft natuurlijk zijn fysieke ongemakken gekregen. Nou, dan zal hij nu weer terug moeten naar de tekentafel. Hoe ga ik daarmee om? Nou, dan heeft hij een goed team met nieuwe als begeleider ook om zich heen. Om daar weer mee sterker terug te komen. En ik geloof daar wel in. Alleen hij zal constant moeten blijven werken en waken dat hij niet weer in zijn oude valletjes trapt. Want ja, dat is zijn bottleneck. Moet dat de toekomst uit gaan wijzen? Blijven we jou in de toekomst in dit dwarsport zien? Nee, het kan best wel zijn dat ik nog een keer meega, incidenteel, of gewoon überhaupt een keer ga kijken bij het darten. Ik heb er natuurlijk wel binding mee. Ik heb nu ook een leuk project met de PDC. Dus dat gaat echt nog wel gebeuren. Maar ik hoop gewoon diep van binnen dat hij mensen nog echt de echte Barney kan laten zien. En niet per se degene die toernooien wint, maar de echte Raymond Barneveld. Waar ik onverschrikkelijk of ongelooflijk hard mee kan lachen en waar je een leuke tijd mee kan hebben. En dat mensen niet alleen zijn interviews herinneren waarin hij praat over de dood en over dingen die niet leuk gaan. Maar dat mensen gewoon dat ginnegappen, wat er gewoon heel vaak met hem is, dat de mensen dat zien. Want hij heeft de meest verschrikkelijke slechte humor ter wereld. Maar geloof me, als je het lang genoeg hoort, wordt het nog leuk ook. Dus ja. De mooiste tweet van jou was misschien wel van There's Only One Raymond van Barneveld op Q-School. Ja, maar het is... Ik word emotioneel als ik eraan denk. Kijk, ik heb heel veel met hem meegemaakt. En je gunt die man echt alles. En dan gaat hij dat doen. Want je moet je voorstellen hoe moeilijk het is als je zo groot kampioen bent en jij de vernedering aan moet om tussen Jan en alle man een Q-School te moeten gooien. Niet alleen één, maar eigenlijk twee. Je moet er twee zien door te komen. En vlak voordat je daar gaat beginnen, pleurt je halve huis uit elkaar. Waar jouw nieuwe vriendin net woont op haar verjaardag en jij kan niks. Je kan niet snel naar huis. Je zit daar met Iwe en je moet nog gaan presteren. En wat hij dan presteert, vind ik fenomenaal. Tuurlijk, hij won niet in eentje dag. En dan heb ik hem op de app en dan zit hij er doorheen. En dan zeg ik, Raymond, dit is een marathon. Dit is geen sprint. Je hoeft geen enkele dag te winnen. Je moet iedere dag het maximaal halen en dan heb jij je toegang. Glenn Durant haalde hem in zijn laatste potje. Op het nippertje. En wat voor jaar kreeg hij daarna? Dus al dat soort shit zegt niks. Dus dat je wint of verliest, boeit niet als je maar probeert meer potjes te winnen dan te verliezen. En dat je dan je tourkaart haalt, met alle druk en met wat er thuis in je privéleven gebeurt, dan ben je toch gewoon een hele, hele grote jongen. En daar was ik echt mega, mega trots op. Ja. Ja. Mooi om te zien. Ik denk dat dit wel het einde was van bijna 2 uur aan informatieve verhalen. Ja. Jacob, heel erg bedankt. Wie weet, tot in de vervolg. Geen dank. Veel kennis. Vergeet niet te abonneren op het YouTube-kanaal van Dark Squad. Laat een duimpje achter hieronder. Of een reactie als je nog een vraag hebt. En dan zien we jullie heel snel weer bij de volgende serie.